Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Albert Kiewicz, ik ben directeur van de bibliotheek Eindhoven. En ik ben heel erg blij dat u zo in grote getale hier naartoe bent gekomen. Natuurlijk niet voor mij, dat besef ik me heel erg goed. Maar voor de spreker van vanavond. De bibliotheek Eindhoven bestaat dit jaar 100 jaar. En heeft een moeilijke periode achter de rug, maar is nog hartstikke springlevend. Het thema van ons jubileumjaar is de toekomst. Eindhoven is ook een stad die ook altijd bezig is met de toekomst en de bibliotheek Eindhoven ook. We hebben daar ook er is ook een speciaal apparaat voor gemaakt. En dat staat achter in de zaal. Daar kan iedereen zijn verhaal of zijn tekening of maakt niet uit, kwijt over de toekomst, kan worden ingescand. Komt op een website en dan gaan we aan het einde van het jaar ook het een en ander mee doen. We hebben een aantal bijeenkomsten, ook voor kinderen, over het eten in de toekomst, vervoer in de toekomst. En op die manier willen we als Bibliotheek Eindhoven ook bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. De volgende spreker van vandaag is, en dan ben ik heel erg vereerd, dat hij hier in Eindhoven is, is de heer Rotmans. Een specialist op het gebied van veranderingen, maatschappelijke veranderingen, wat dat ook betekent. Iemand die ook, bereid is om de knuppel in het hoenderhok te gooien. En dat staat mij altijd wel, dat vind ik altijd wel prettig, want dat zorgt voor discussie. En op een aantal vlakken kan er wel wat meer debat zeg maar, plaatsvinden in Eindhoven. En debat is ook een van de functies die ook de bibliotheek wil vervullen. Vanavond gaat het over de toekomst van de stad. De heer Rotmans die laat zijn licht schijnen over de toekomst van de stad, de toekomst van Eindhoven. Ik ben heel erg blij en ik geef hem graag het woord voor vanavond. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Fijn dat jullie er zijn. Ik had zelf wat oponthoud, maar gelukkig toch nog net. Dit is heel erg 19e eeuws, hè? Die zetten we maar even opzij. Dan kan ik me wat vrij bewegen. Het verhaal gaat deels over Eindhoven, maar niet helemaal natuurlijk. Maar toch hield ik grotendeels dit verhaal 3 jaar geleden op het gemeentehuis in Eindhoven. Daar ontstond een wat ongemakkelijke sfeer. Want iedereen is natuurlijk euforisch over Eindhoven. Het gaat goed met Eindhoven, de slimste stad van Europa, zo niet van de wereld. En als ik dat hoor, word ik altijd wat ongedurig. Dan kijk ik daar vanuit mijn duurzaamheids- en transitiebril naar. Wat gebeurt er nou echt? Waar is de onderstroom? Is dat nou iets bedacht van bovenaf? Is het nou echt een nieuwe identiteit die wordt ontwikkeld? Dus ik had een schurend verhaal, maar ik mocht niet meer terugkomen. Nou hoop ik dat ik na vanavond wel terug mag komen. Dat ligt ook aan jullie, laten we het interactief doen. Jullie kunnen me onderbreken, je kunt vragen stellen, je kan ook wachten. Als, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. En die stad, ja, daar hou ik van. Maar wat is het een lelijke stad in bepaalde opzichten. Maar ook heel mooi, vind ik. Je kunt alleen maar kritisch zijn op iets waar je echt van houdt, denk ik. Dus ga ervan uit dat ik ook van Eindhoven hou. Als geboren en getogen Rotterdammer ben ik voor Ajax. Op de avond dat er zo'n belangrijke wedstrijd plaatsvindt, sta ik in Eindhoven. Ja, dat hopen jullie natuurlijk allemaal. Ik heb een verhaal met een dubbele lading. Ik denk dat steeds meer mensen wel herkennen dat we in bijzondere tijden leven. Als ik hiermee begin, de uitspraak die ik bekend heb mogen maken, dan herkennen jullie dit wel. Toen ik ermee begon, jaren geleden, keken toch veel mensen mee aan van, ja, dat zeg je nou wel. Maar er vinden altijd veel veranderingen plaats en het gaat altijd snel. Elke generatie geeft dat door aan de volgende. Mijn vader zei het ook tegen me, Jan, wat verandert er toch veel? Maar ik hoop dat u herkent dat we nu toch wel een nieuw tijdperk binnentreden. Want ik bestudeer al heel lang de aard van de verandering, de omvang, de doorwerking, de snelheid. En die zijn buitengemeen.
Daarom roep ik al heel lang, dit tijdperk is het beste te vergelijken met dat van de 19e eeuw. Met name de tweede helft van de 19e eeuw. Kom ik zo op terug. In feite betekent het, het oude werkt niet meer. Heeft lang gewerkt sinds de 19e eeuw, zal ik zo toelichten. En het nieuwe biedt zich aan. Feitelijk zouden we daar blij om moeten zijn. Dan kunnen we een deel van de ballast achter ons laten. En dan kunnen we een nieuwe wereld betreden. Blijkt toch dat veel mensen daar moeite mee hebben. Die zijn toch bang om los te laten. Er is toch een hang naar het oude, een soort nostalgie. En daar gaat dit verhaal over. Ik begin vanuit macroniveau en dan zoom ik in op mesoniveau en dan maak ik het heel klein. Dan gaat het over ons. En mijn boodschap is, als we echt die nieuwe wereld willen binnentreden, moeten we over onze angst heen stappen. Ik heb Nederland Kantelt opgericht een jaar geleden, omdat bij die nieuwe wereld en die nieuwe tijdsgeest, daar hoort ook een andere manier van denken en doen. Vaak hoor ik mensen, we moeten het gewoon gaan doen, verduurzamen. Maar ja, als we het gewoon gaan doen, dan blijven we dezelfde fouten maken als we altijd deden. Dus ik heb het niet over minder slecht doen, maar echt goed doen. Echt radicaal omdenken. Niet minder vuil, maar schoon. Niet nog efficiënter, maar menselijker. Dat is wat ik onder kantelen versta. Niet grootschalig, maar kleinschalig. Wij doen met Nederland Kantelt onderzoek naar die onderstroom in de samenleving op een aantal terreinen. We kijken naar zorg, onderwijs, we kijken naar de financiële sector, we kijken natuurlijk ook naar energie, we kijken naar de bouw. En wij constateren dat in ieder van die velden er van die radicale veranderingen plaatsvinden. En we proberen dat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Nou, wat zie ik nu op basis van die patroonanalyse in de tweede helft van de 19e eeuw, vanaf pakweg 1850 tot 1900, 1910, vonden er ook van die radicale veranderingen plaats. Het was de opkomst van de fabrieken. Ook Philips is in die periode ontstaan, maar ook Unilever, Shell, een driekwart van de multinationals die we nog kennen is toen ontstaan. Dus we gingen dingen op grote schaal produceren. Aan de ene kant was dat bevrijdend. We keken ook vanuit een andere blik naar onze omgeving en de wereld. We dachten even dat we die natuur konden beheersen en controleren. Dus het gaf ons een wijder perspectief. Maar er was ook veel angst. Veel mensen dachten toen, hebben wij onze baan nog wel in de toekomst? Gaan de machines niet onze banen overnemen? Gaan we niet naar een baanloze economie? Herkent u dit? Dat denken we nu weer. Gaan de robots niet onze banen overnemen? Wat bleek? Heel veel banen gingen verloren. Werden gemachiniseerd. Maar er ontstonden ook heel veel nieuwe banen. Minstens zoveel. Veel arbeiders trokken naar de steden, wanhopig op zoek naar werk. Konden dat niet in alle gevallen vinden. En leefden vaak onder moeilijke omstandigheden. Met te veel mensen op een te klein oppervlak. Er was een deel van de mensen die aanhaakten en een deel die afhaakten. We gingen toen de infrastructuur van Nederland bouwen. We gingen kanalen graven, we gingen steden ontwikkelen, we gingen spoorlijnen aanleggen, we gingen havens ontwikkelen. Dat gingen wij doen. Wat we nu moeten doen is een compleet nieuwe infrastructuur ontwikkelen, digitaal. Dus waar we het toen fysiek deden, doen we het nu digitaal. Dus als je kijkt naar de overeenkomsten tussen toen en nu, die zijn treffend. Auke van der Wouk heeft daar ook mooie boeken over geschreven. Bekend historicus. Daar zit ik mee op één lijn. Dit was een wereld van extremen in de 19e eeuw. Er waren mensen die heel optimistisch waren en er waren mensen die pessimistisch waren. Er waren mensen die bang waren en er waren mensen die kansen zagen en vooruitstrevend waren. Er was veel angst voor machines, nu voor robots. Er was een heel lange periode van onrust, tientallen jaren. Veel mensen vroegen om eenvoudige oplossingen. Leiderschap, herkent u het? Een soort populisme toen al. De verzuiling ontstond. We gingen zorg organiseren, was niet goed georganiseerd. Onderwijs duurde heel lang. Arbeidsvoorziening, opkomst van de vakbonden. En we hadden toen een waardestelsel wat gebaseerd was op ideologie en religie. Dat waren de basiswaarden die wij meekregen. Top-down opgelegd. Je was Rooms-Katholiek, protestant of socialist-liberaal. Dat was toen heel overzichtelijk. Marx had een totaalanalyse en een totaaloplossing, waarschuwde voor de verelending met recht en reden, maar zijn totaaloplossing is nooit uitgekomen. Piketty doet het subtieler, maar niet minder pregnant. Waarschuwt ook voor de toenemende sociale ongelijkheid.
Kunnen we twee dingen uit leren, dames en heren. 1. Angst is een slechte raadgever. Als er veel verandert en het gaat snel en het is radicaal, is het niet aan te raden om bang te zijn en te hopen dat het overwaait. Degenen die bang waren, werden het slachtoffer. Degenen die kansen zagen, proactief handelden, die kwamen er beter af. 2. Elke grote kanteling, transitie, leidt tot een tweedeling. Een scheuring in de samenleving. Mensen die aanhaken er beter van worden, maar een grotere groep die afhaakt en slechter afkomt. Als ik ongerust ben, is dat een bron van ongerustheid. In de 19e eeuw kwam een begrip op solidariteit. De overheid ging voor de kwetsbare mensen zorgen via wetten en regelgeving, onder andere de Arbeidswet. En veel burgers gingen zich bekommeren om de kwetsbare medeburgers. Veel burgerinitiatieven in die tijd. Zien we nu weer. We moeten er wel voor waken dat we die kwetsbare groep mensen, en dat worden er steeds meer, in Nederland zo'n 1,5 miljoen mensen, dat we daar iets voor verzinnen. Want wij gaan steeds hogere eisen stellen aan die economie en samenleving van de 21ste eeuw. En een steeds grotere groep kan daar niet bij aanhaken. Als ik een politieke partij had, dan wist ik het wel. Dan probeerde ik dit te doorzien en dan probeerde ik daar beleid voor te ontwikkelen. Dit is iets wat boven ons hangt en veel burgers voelen dat wel, intuïtief. En ik geef er woorden en beelden aan. In die zin ben ik meer een duider geworden en dat hopelijk strekt tot troost, ook vanavond. We zijn er namelijk wel beter uitgekomen. Uit die 19e eeuw. Even los van de oorlogen die daarna ontstonden. Maar als je kijkt naar de samenleving en de economie. We zijn door een dal gegaan, maar we zijn er beter uitgekomen. We hebben iets gedaan aan die toenemende ongelijkheid. Er zijn natuurlijk verschillen. Als je kijkt naar de snelheid, de doorwerking, de impact. Dat is duizenden malen groter dan toen. Denk alleen maar aan internet en de sociale media. Dus het komt veel heftiger binnen dan toen. Ik trek die lijnen door. Vanuit de 19e eeuw, we hebben de fysieke infrastructuur opgebouwd. We hebben de sociale infrastructuur opgebouwd. De economische infrastructuur heeft heel lang goed gefunctioneerd. Nog steeds, wie veel reist over de wereld, beseft dat Nederland een van de prettigste landen is om in te wonen, te werken, te leven. Niettemin, de samenleving is nog steeds voor een deel georganiseerd zoals in de 19e eeuw. Dus wie een willekeurig bedrijf binnenstapt, wie de gemeente Eindhoven binnenstapt, ziet nog steeds een top-down organisatie. Van bovenaf bestuurd in afdelingjes, vakjes. En zo zijn we ook begonnen in de 19e eeuw. Zo zijn we mentaal ook geordend in Nederland. Als je boven Nederland vliegt, wat zie je dan? Dan zie je allemaal vakjes. Ook mentaal denken wij nog in vakjes. We gaan naar een samenleving die veel vloeibaarder is, veel organischer. En dan komen we er niet meer met die vakjes. Dus wij krijgen een andere ordening. De economie krijgt een nieuw fundament. Veel meer digitaal, decentraal, circulair. Ga ik een paar voorbeelden van geven. En er ontstaat een nieuwe macht. In de 19e eeuw moest de adel de macht afgeven aan een opkomende groep burgers, de bourgeoisie. Die goed georganiseerd was, redelijk goed opgeleid. En ik verwacht nu weer dat er een nieuwe macht ontstaat. En misschien bent u dat wel. De burgers die kansen zien, proactief, ja. Kijk, mensen vragen mij vaak, ja, de jaren 60. Van de week zag ik nog een stukje op internet, jaren 60 van de vorige eeuw. Dat was toch ook een culturele revolutie, dat klopt. Alleen als je kijkt naar de economie, toen hadden we een economische groei van 10% per jaar. 10 jaar lang. Tijden van hoogconjunctuur. Als je toen je geld op de bank zette, had je er nog wat aan. Als u 10 zonnepanelen koopt, 4000 euro, en u zet het op de bank, dan heeft u een rendement van, nou, bijna negatief. 0,5%, 0. Als u daar 10 zonnepanelen van koopt, dan heeft u een rendement van 8%. Als u nog geen zonnepanelen hebt, maar wel een geschikt dak, bent u een dief van uw eigen portemonnee. Ik word steeds prikkelender, ik waarschuw vast. Er ontstaat een nieuwe macht en dat zijn vooral de burgers die samen redzaam worden. In hun eigen communities, virtueel, fysiek, in gemeenschap. Kom ik op terug. We gaan op weg naar een samenleving die we nog niet kunnen kennen, maar we kunnen wel de contouren schetsen. De transitiepaden waarlangs die zich zou kunnen ontwikkelen. Ik schets een paar lijnen. In de 19e eeuw leefden we gemiddeld nog geen 50 jaar.
We waren over het algemeen niet goed opgeleid, niet zo goed georganiseerd. We hadden de overheid hard nodig om voor ons te zorgen. Dus het uitgangspunt was, de overheid zorgt voor haar burgers, tenzij het niet anders kan. Dat uitgangspunt is aan het veranderen. Burgers nu leven bijna 2 keer langer, zijn beter opgeleid, beter georganiseerd. Het uitgangspunt wordt nu, niet voor niks is dit oppervlak van die burgers groter dan van de overheid. De overheid wordt meer een onderheid en de onderdaan wordt meer de overdaan. Dus dit is een transitie van onderdaan naar overdaan en van overheid naar onderheid. Dit is wat anders dan de participatiesamenleving. Dat is een truttig begrip, ooit bedacht van bovenaf in Den Haag. Dit gaat om werkelijk andere verhoudingen tussen ons, mensen. Burger is een raar woord, net als overheid. En die overheid. We kunnen steeds meer zelf in onze groepen. We weten ook veel meer, we kunnen ons steeds beter en sneller organiseren. Tegelijkertijd, ik heb al gewaarschuwd, is er een groep die daar niet in mee kan. Dus wij gaan het begrip solidariteit weer nieuwe lading geven. Tweede aspect is die ordening. En niet iedereen ziet dat nog. Kijk, we zijn heel lang goed georganiseerd geweest, maar alles was van bovenaf bepaald, georganiseerd, verticaal, top-down. En nogmaals, wie een gemeente binnenkomt, ziet dat nog steeds. Wie een bedrijf binnenkomt, vaak nog steeds. Mijn moeder van bijna 80 zei, het is toch lang goed gegaan. Alleen mijn kinderen van 19 en 23 zitten in een heel andere wereld. Die willen dingen snel pragmatisch van onderop in hun communities realiseren. Je kunt niet terug naar vroeger, want de veranderingen zijn niet terug te draaien. Je kunt ook niet springen, want er zit heel veel traagheid in onze samenleving, dames en heren. Er zit heel veel inertie, dat is misschien maar goed ook. Want anders zou het heel volatiel kunnen worden. Maar het motto van mij is vooruit naar vroeger. Terug naar de kern, de menselijke maat. Op een heel moderne, innovatieve wijze. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn we doorgeslagen in ons systeemdenken. Dus door de opkomst van het neoliberalisme hebben we een periode gehad van schaalvergroting, fusering, rendement, efficiëntie. En daar zijn we in doorgeslagen. En vandaar, daar kom ik nog op terug, vandaar dat ik zeg vooruit naar vroeger. De menselijke schaal, de menselijke maat wordt heel belangrijk. In die periode, dames en heren, valt er heel veel om. En dat vindt niet iedereen leuk. Dat is onderdeel van het afscheid nemen. Denkt u niet dat ik daar heimelijk van geniet? Het is meer het observeren van. In die periode, tussen twee werelden, zit je in een periode van chaos. Ik kom uit de complexiteitsleer. En daar leer je om te gaan met chaos. In feite betekent chaos de kans om te veranderen. Dan gaan de deuren open, de ramen open. Dus als je werkelijk wilt veranderen, moet je chaos hebben. Maar veel mensen in een chaosperiode verliezen de controle, de grip en worden bang. Grote bedrijven vallen om, brancheorganisaties die verdwijnen. Logisch, want 90% is in de 19e eeuw opgericht. Echt waar, dames en heren. Dus ik stond laatst voor de brancheorganisatie van brancheorganisaties. Nou, en ja, die heb je namelijk. En Dat was in Rotterdam op dat schip, de SS Rotterdam, en 500 brancheorganisaties. En ik kwam op en recalcitrant als ik ben, vroeg ik, wie zou nu nog zijn eigen organisatie oprichten? En niemand stak zijn hand op. Dus ik zei, nou dan kunnen we naar de borrel toch, dan kunnen we sluiten. Waarom stoppen jullie er dan niet mee? Ja, zeiden ze, maar wij doen er nog wel toe, we hebben het gezellig samen. Mijn boodschap is, alles wat je nu niet meer zou bedenken of oprichten, moet je ter discussie durven stellen. En dan hoef je niet afscheid te nemen alleen, maar je kan ook zeggen, dan gaan we onszelf opnieuw uitvinden. Dat geldt voor een bedrijf, een organisatie, een brancheclub. Veel mensen vertrouwen het niet. Veel mensen verliezen de grip, vragen om sterke leiders, die zijn er niet in de politiek of nauwelijks. En er zit gelukkig veel leiderschap in de samenleving. Chaos moeten we vieren. Hoe chaotischer het wordt vanavond, hoe beter het is wat mij betreft. En we zijn al hard op weg. Denk alleen maar aan de techniek. Maar chaos betekent eigenlijk een kans. Veel mensen associëren chaos met verwarring, achteruitgang. Er zijn 3 reacties op chaos. Afbraak, verzet, actie. Ik ga voorbeelden laten zien van alle 3. Ja, je zal maar bij V&D hebben gewerkt. Dat is natuurlijk spijtig. Dat is heel sneu voor de mensen die hier gewerkt hebben. Maar als je al 30 jaar de klant kwijt bent,
is het ook moeilijk om te overleven. Ik vroeg aan mijn kinderen, hoe lang geleden is het dat jullie iets hebben gekocht bij V&D? Toen zeiden ze, nou, we hebben er wel laatst nog rondgelopen, maar echt dingen kopen, ja, dat is tragisch. Je zal maar bij zo'n grote thuiszorgorganisatie werken. En die zijn 15 jaar geleden al in gaan zetten op nog meer rendement, nog meer efficiëntie. Dat kun je jarenlang volhouden. Op een gegeven moment is de rek eruit. We hebben het zien aankomen. Het is tragisch voor de mensen die hier werken. Te bureaucratisch, te log, te hiërarchisch. Ja. Moet ik hier nog wat over zeggen? Ik werd gebeld door Niels Uhe. Die gaan een reportage maken over NUON. En men vroeg wat ik ervan vond. Ik zei, nou ja, hoe lang bestaan ze nog? Ik geef ze geen 5 jaar meer. Ze hebben geen verdienmodel meer. Ze hebben een aantal grote centrales die nauwelijks meer wat opbrengen. Hoe tragisch is het dat morgen, de dag voordat het klimaatverdrag wordt getekend in Parijs, gaan we een van de grootste, meest efficiënte kolencentrales van Europa openen in Rotterdam. Terwijl die wordt geopend, feestelijk, door meneer Abu Talib. Ik heb gezegd, ga nou niet. Want als jij komt, dan ga ik hem weer sluiten. Want eigenlijk moeten we hem dicht doen op het moment dat we hem gaan openen. We zouden hem nu ook niet meer bouwen. Het is niet meer nodig. Ze zijn overbodig. We gaan nu 7 van de 10 kolencentrales sluiten. Eigenlijk moeten we de 3 nieuwste ook sluiten. En dat gaat ook gebeuren. De vraag is alleen hoe lang het duurt. Een paar jaar, 5 jaar, 10 jaar. Er is heel veel verzet. En daar kunnen wij in Nederland lastig mee omgaan. We hebben dan keurige inspraakavonden over asielzoekers. En dan is dit de reactie. En we moeten proberen om dat te doorgronden, om dat te begrijpen. Want veel mensen vertrouwen het niet. Maar ik zei al, angst is een slechte raadgever. Ik kijk vanuit mijn transitiebril naar het vluchtelingenvraagstuk. Ik zie het volgende. Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht. 0,5% daarvan gaat naar Europa. Europa is het beloofde continent voor deze gigantische vluchtelingenstroom. Dat is de perceptie van die mensen. Daar kun je weinig aan veranderen. Als je kijkt naar de achterliggende oorzaken, dan zie je dat die sociaal, cultureel, economisch, politiek en in meerdere mate zijn ze ook ecologisch van aard. Dus steeds meer mensen verlaten huis en haard vanwege toenemende droogte, vanwege overstromingen en als katalysator klimaatverandering. Nee, arbitrair. Grote verschillen. Nou, als je kijkt naar de cijfers, ik kan geen exacte cijfers noemen. Dit is nu nog minder dan 5%. Wij verwachten dat over 10 jaar dit wel eens 30-40% kan zijn. In het Midden-Oosten verwachten wij temperaturen van 60 graden zomer. Dat is bijna niet leefbaar. Als we kijken naar de andere, oorlogen zijn een belangrijke oorzaak. Dat is al gauw 20-30%. En politieke instabiliteit ook. Dictators, dat is ook gauw een kwart. Dus het is voor een belangrijk deel politiek, economisch, sociaal. Maar dit is frappant. In toenemende mate, ook in Syrië, was het 5 jaar lang zo droog dat heel veel mensen naar de steden trokken, waar ze onder nog slechtere omstandigheden kwamen te leven. Waardoor ze eerder huis en haard verlaten. Dus wij verwachten over 10 jaar, dat zijn schattingen, 200 miljoen mensen op de vlucht. Daar heb ik het dus over met politici. En ja, dit kabinet met alle goede bedoelingen wil dan de vluchtelingenstroom indammen. En ik begrijp dat ook. We kunnen ze ook niet ongebreideld toelaten. Dat beweer ik niet. Maar als je een hek om Europa wil zetten, een groot deel van deze mensen laat zich niet tegenhouden. Niet door een hek, niet door welke constructie dan ook. Dit zijn mensen die wanhopig zijn in de meeste gevallen. Dan moet je ook als politicus het eerlijke verhaal vertellen. Dan moet je ook zeggen, dit is chaos. We hebben nog geen directe oplossing. We proberen er wel iets aan te doen. Als we er werkelijk wat aan willen doen, dan moeten we en een politieke, en een sociale, en een humanitaire, en ook een ecologische oplossing zoeken. Zolang we dat niet hebben, kunnen we dit probleem niet beheersen. Het is dus ook illusoir om te veronderstellen dat de regeling die we nu hebben getroffen, onder andere met Turkije, echt
consequent, significant resultaten gaat opleveren. Elke pseudo-oplossing in een transitie wordt in no time onderdeel van het probleem. En dat gaan we nu zien de komende jaren. Dus mensen hebben ook wel behoefte aan een echt verhaal vanuit de lange termijn. We houden nu mensen voor de gek door te veronderstellen dat we dit kunnen controleren en beheersen. En dan krijg je dus als terugslag dat er over een paar jaar nog veel meer mensen woedend zijn. Dus pseudo-oplossingen helpen niet. Maar er zijn ook huisartsen die massaal in opstand komen, 2/3, omdat ze zich verzetten tegen de toenemende wurggreep van de zorgverzekeraars. Die krijgen namelijk steeds meer macht, gegeven bij de wet. Ik heb nu zelfs het plan met Jos de Blok om via Zorgeloos een eigen zorgverzekeraar op te starten. Doe mee met de dialoog morgenavond vanaf 7:30. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken via internet om door te nemen. Wat willen jullie nou voor een soort zorgverzekeraar? Ik stond in het Maagdenhuis ten overstaan van studenten. Ik heb gezegd, meestal, de geschiedenis leert dat, zijn studentenopstanden de voorbode van een revolutie, een omwenteling. Nou, dat zagen zij toch niet direct. Zij zijn ook heel pragmatisch. Hè? Dus zij wilden meer invloed. Ze willen onder andere dan meedenken en meepraten op het niveau van het college van de bestuur. Nou, daar zitten wij dan weer niet op te wachten. Maar dat rendementsdekken is wel frappant. Ik stond vorig jaar college te geven aan 400 eerstejaars. Dat is niet altijd een pretje. Bedrijfskunde. Dan gebeurt het volgende. Ik ben 1 minuut kwijt met de huisregels. Benen op de vloer. Niet eten. Mobieltjes uit. Niet drinken. Oké, dat lukt dan. Ik ga vol bevlogenheid een verhaal houden. Na 10 minuten achterin steekt een student zijn hand op. Meneer de professor, moeten we dit echt allemaal weten voor de tentamen? Ik zeg in mijn naïviteit, nee, niet alles. Oh, zei hij, dank u wel. Hij pakt zijn tas en hij loopt weg. Maar niet alleen hij, tientallen andere studenten verlieten ook de zaal. En sommigen zo voor mij langs. Ik zie dat aan. Ik denk, wat is hier aan de hand? Gelukkig bleven de beter gemotiveerden over. Laten we zeggen 2/3. Ik leg dat voor aan mijn eigen zoon. Die studeert in Delft. Ik zeg, Tim, wat had jij gedaan? Hij zegt, nou, waarschijnlijk was ik niet eens gekomen naar het college. Maar ik was in ieder geval ook weggegaan. Ik zeg, oh, dus jij bent ook zo'n efficiënte, calculerende student. Ja, zegt hij. Maar dat heb jij ervan gemaakt in jouw generatie. 1-0 voor Tim. Die gaat winnen vanavond. Ja, want kijk, dames en heren, wij hebben een onderwijssysteem gecreëerd waarin alles draait om rendement, output financiering. Dus hoe meer studenten ik aflever en in zo hoog mogelijk tempo, hoe meer geld wij krijgen. Maar dat wil ik niet. Ik wil bezield lesgeven. En ik wil niet dat studeren verwoordt tot vakjes halen. Daar is studeren toch niet voor bedoeld? En dat geldt niet alleen voor universiteiten. Ik zie hetzelfde op HBO, MBO, VMBO. Het gaat... Ik heb niks tegen rendementsdenken, behalve als we het uitdrukken in 1 getal. Mijn zoon krijgt een binnenstudieadvies na 1 jaar. Je moet dan 45 van de 60 punten halen. Hoeveel punten heeft hij dan gehaald het eerste jaar, denken jullie? Juist. Net erboven. Dat is nou efficiënt studeren. Ik ben naar deze voorstelling geweest, hopelijk u ook. Zo niet, ga alsnog. Ze gaan weer een serie maken over de gezondheidszorg. Het zijn fameuze acteurs, ze zitten dicht bij de kern. Het is wat apocrief, maar ze zitten dicht bij de kern. Apocrief, ja, dat betekent niet helemaal waarheidsgetrouw. Het is voor een deel gefingeerd, maar voor een deel niet. Kijk, zij zeggen, we hebben een geldsysteem gecreëerd dat ook gebaseerd is op outputfinanciering. Er zit geen rem op. Er zit geen rem op. Uw geld wordt gebruikt om nog meer geld te maken. En daar zitten perverse mechanismen achter die alleen maar gericht zijn op de mensen die veel geld hebben, nog meer geld te bezorgen. Een hoop mensen zijn daar woedend over, ik ook. Alleen wij hebben het zelf toegestaan en gecreëerd. Wij moeten ook in opstand komen om het anders te maken. Ik heb ooit dit clubje opgericht, Urgenda, daar ben ik trots op. Samen met Marjan Minnesma, die staat hier. En ik sprak daar laatst met Mark Rutte over. Hij zei, ik heb wel veel last van dat clubje. Ja, dat was nou juist de bedoeling. Ja, want
die andere milieuclubs heeft u misschien minder last van. Maar het punt is, als je al 30 jaar geen echt klimaatbeleid voert, dan heb je als burger het recht om in opstand te komen. En dan win je een rechtszaak tegen alle verwachtingen in. En de staat probeert dat te traineren natuurlijk. Maar ze moeten hoe dan ook het vonnis uitvoeren. Minder CO2 produceren. Het liefst een kwart minder in 4 jaar tijd. Dat gaan we niet halen, dus het wordt heel spannend. Wij gaan waarschijnlijk proberen om die eisen alleen maar op te schroeven. Bovendien, wist u niet, wij mogen zelf de strafmaat bepalen. Ja. Hoe bedoelt u? Nee, ze zijn gehouden, en dat hebben ze ook beloofd, om dit vonnis uit te voeren. Zelfs als ze in hoger beroep winnen, moeten ze zich houden aan die 25% CO2-reductie. Ja. Ik ga ervan uit dat ze dat dan ook doen, hè? Ja. Maar het zal niet meevallen, want dan moet je alle kolencentrales dicht doen. Dan haal je het. Bij 7 van de 10 haal je het dan niet. Dus ja, dit is ook een vorm van verzet. Ik ben heel erg gecharmeerd van deze actie. Veel mensen, er zijn 1 miljoen mensen betrokken bij burgerinitiatieven. Ook veel mensen in Eindhoven. Veel mensen zeggen, oké, als de overheid of de onderheid het niet doet, en de grote bedrijven ook niet, gaan we het zelf doen. En er zijn 150 broodfondsen. Mensen gaan elkaar verzekeren. Als er iemand langdurig uitvalt, lappen we voor elkaar. 1 basiswoord, dames en heren, vertrouwen. Vertrouwen zijn we kwijtgeraakt. Wie vertrouwt er nog een grote zorgverzekeraar? Elke keer als ik dat vraag aan een zaal, dan zegt er niemand ja. Zelfs niet toen ik voor de grote zorgverzekeraar stond. Er zat een volle zaal en achter mij zaten de 4 CEO's. De 4 grote zorgverzekeraars hebben 90% van de markt in hand. En Felix Rottenberg, die modereerde dat. En ik vroeg aan die mensen, vertrouwt u? En ze vertrouwden hun eigen zorgverzekeraar niet. Ik zeg, nou, dat is goed, want ze vertrouwen u ook niet eigenlijk. En ik had best een pittig verhaal. De boodschap was, de meeste zorgverzekeraars zullen niet overleven. Die worden ingehaald links en rechts door start-ups. Het gaat steeds meer over data. Daar zijn die grote zorgverzekeraars niet goed in. Toen vroegen ze aan de CEO's, wat vinden jullie ervan? Nou, we hebben weinig nieuws gehoord, zei ze. Na afloop kwamen ze naar me toe. Jan, goed verhaal, wil je bij ons langskomen? We zijn natuurlijk ongerust, maar we gaan dat niet vertellen ten overstaan van onze mens. Oké, ja. Ja, en dan ga je langs en dan schrik je. Dus ik ging langs bij zo'n grote, ik zal de naam niet noemen, want dat was Egon, in Den Haag. En ik zei, hebben jullie friskijkers en dwarsdenkers in dienst? Want dan kunnen we een intern verandertraject starten. Toen zei hij nee. Ik zeg, hoeveel mensen werken hier? 1100. Ik zeg, geef me 10 friskijkers en dwarsdenkers. Hebben we niet. Ik zeg, geef me 5. Hebben we ook niet. Dat zijn lastige klanten, die hebben we eruit gebonjourd. Ik zeg, dan wordt het heel lastig. Dan wordt het lastig. 500 lokale energieinitiatieven. Prachtig. 90% de laatste 10 jaar. Dit zijn dus mensen die geen schommelstroom willen. Als u bij NUON zit, als er nog iemand in de zaal zit die bij NUON zit, daar is de uitgang. U krijgt schommelstroom. Dat is gecertificeerde stroom met certificaten uit Noorwegen. Maar u krijgt gewoon grijze stroom. Als u bij Essent zit, hetzelfde geval. Er zijn 200 lokale zorgcoöperaties, vind ik mooi. En 2/3 komt uit Brabant. Dat zegt dus ook iets over de warmte in Brabant, de empathie, het samen, redzame gevoel. Daar zijn er meer dan 100 van in Brabant. Dit zijn verontruste burgers die een kwetsbare medeburger, vaak oudere mensen, langer in de buurt willen hebben. Mooi. Het begon met het bezorgen van eenvoudige maaltijden. En langzamerhand is dat professioneler geworden. Nogmaals, vertrouwen. Ja, veel stadsmakers over de hele wereld willen zich bemoeien met de stad. Nu moet ik voorzichtig zijn, maar ik ga het toch zeggen. Waarom zou je de ontwikkeling van een stad overlaten aan planners, ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen? Ik ken een paar slechte voorbeelden in Nederland. Aller slechtste voorbeeld vind ik Rotterdam zelf. Soms zeg ik, Rotterdam is 2 keer gebombardeerd. Eerst door de Duitsers en daarna door de modernistische stedenbouwkundigen. Maar ik vind Eindhoven ook geen fraai voorbeeld, eerlijk gezegd. En waarom zouden we dat overlaten aan top-down architecten als Ram Koolhaas? Waarom zouden we dat doen? Waarom nemen we dat niet zelf ter hand? Waarom kan het niet bottom-up? Steeds meer mensen gaan zelf bouwen. Particulier opdrachtgeverschap.
collectief particulier opdrachtgeverschap. Ja, wat denkt u van de G1000? Dit zijn natuurlijk bijna wanhopige pogingen op zoek naar nieuwe vormen van democratie. Ik ging gisteravond naar een voorstelling over Winston Churchill, kan ik u aanbevelen. Churchill zei ooit, het beste argument tegen de democratie is een gesprek van 5 minuten met een willekeurige burger. Niettemin, wij houden een referendum in Nederland een paar weken geleden. We weten eigenlijk niet eens waar het over gaat. De uitkomst kunnen we niks mee. Niemand is tevreden. Chaos. U kunt nog meer van die referenda verwachten. We zijn op zoek naar nieuwe vormen van democratie. Weet u hoeveel procent van ons lid is van een politieke partij? Wat denkt u? 2,3%. Wat is dan nog je democratische legitimatie? 2,3%. En u denkt nog steeds dat we vanuit Den Haag worden bestuurd. Wij meten die burgerinitiatieven. De zwarte lijn geeft het totaal aan. Dit is maar een fractie van het totaal, want dit zijn de formele coöperatieven. Maar u ziet wel dat het spectaculair toeneemt. U ziet ook dat het gaat over alle terreinen. Het gaat over eten en drinken, het gaat over zorg, het gaat over financiën, het gaat over bijna alles. Dit is dus een nieuw maatschappelijk middenveld. Als ik politicus was, dan wist ik het wel. Je zal maar CDA zijn. Dit is toch je nieuwe maatschappelijk middenveld? Zien ze het? Nee, echt niet. Ze zien het niet. Ze zien het niet. U denkt, wat heeft het nou allemaal met elkaar te maken? Studenten en ja, wat er allemaal in verzet komt, af wordt gebroken. Nou, dit is misschien wel de allerbelangrijkste sheet van het eerste deel. Kijk, we hebben een systeemwereld gecreëerd en een leefwereld. Ik weet niet wat u allemaal doet, welk beroep u uitoefent, maar u heeft ongetwijfeld ook last van die systeemwereld. Ik word als wetenschapper teruggebracht tot een getal tussen 0 en 100. Dat geeft aan hoeveel ik publiceer en hoe vaak daarna gerefereerd wordt. Absurd. Ik wil niet teruggebracht worden tot een getal. U wil dat ook niet. In de 19e eeuw overlapt de systeem- en menswereld. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is dat uit elkaar gegroeid. En zijn we helemaal doorgeslagen naar die systeemwereld. Als ik een ziekenhuis binnenkom, dan word ik behandeld als een interessante casus. Als een object. Ik weet er na mijn fietsongeluk alles van. Dus je wordt als een nummer behandeld. Alles is gericht op controle, beheersing, efficiëntie, doelmatigheid. Van de week had ik weer een bijeenkomst over het onderwijs. En daar zie je hetzelfde. Het onderwijs zit in een kramp. We meten ons suf. We monitoren ons suf. Dat is allemaal vanuit wantrouw. Wij monitoren kinderen van 4 jaar, dames en heren. Omdat we bang zijn dat ze buiten het systeem vallen. Laat ze toch. Waar komt die kramp nou vandaan? Ja, dat heeft dus te maken met dat toenemende afrekenen. We rekenen elkaar af op basis van koude, kille, harde, rationele waarden. Als we dat lang doen, worden wij ziek. Mensen die alleen maar hierop worden afgerekend, worden letterlijk ziek. Lees de boeken van Paul Verhaag, befaamde Belgische psychiater. Snelst opkomende ziekten zijn angststoornissen en depressies in onze samenleving. Wij willen ook werken vanuit vertrouwen. We willen ook ruimte voor creativiteit, voor ontwikkeling. We moeten kinderen niet dingen afleren op school. We moeten ze leren fouten maken. We moeten ze leren zich te ontwikkelen. We willen ruimte, we willen keuzevrijheid, aandacht, tijd. Het enige wat ik wilde na mijn ongeluk was liefdevol behandeld worden. Ik wilde een aai over mijn wol, want je bent heel kwetsbaar en onzeker. Maar ik werd uiterst efficiënt behandeld. Toen ik ooit werd geopereerd, werden er 2 tegelijkertijd geopereerd met mij. Dus ik vroeg aan die kaakster, waarom is dat? Hij zei, dat is nou outputfinanciering, zei hij. Daar verdienen wij dus meer geld aan. Maar waarom moet een ziekenhuis winst maken, dames en heren? Waarom breekt er geen opstand uit? Waarom blijft hij hier nog zo rustig zitten? Een ziekenhuis is toch niet bedoeld om winst te maken? Een school is toch niet bedoeld om te concurreren met andere scholen? Ik ben naar de voorlichtingsdagen geweest van de scholen van mijn kinderen. En ik ben me rot geschrokken. Het leek wel een wasmiddelreclame. De werkelijkheid was iets anders. Maar waarom moeten we constant concurreren? Waarom moeten we ons constant vergelijken met anderen? Waarom die competitie? Waarom die rat race? Wij worden er ziek van. Ja. Dat is de afdruk, mentaal en fysiek, van het neoliberalisme. U wordt in een mal gepest van een rationeel denkende en acterende burger.
in een wereld die een markt is op basis van competitie. Dat is maar een deel van de werkelijkheid. Wij zijn niet puur rationeel denkende en handelende actoren. De wereld is veel meer dan een markt en een strijdtoneel. Ja, maar diep van binnen schuilt daar een neoclassieke mens- en wereldbeeld achter. Denkt u daar maar eens goed over na. Dat is het mensbeeld van die rationele actor en het wereldbeeld van strijd en competitie. Wat er nu weer op ons afkomt, dat TTIP, is daar weer op gebaseerd. Nog één? Ja. U durft. Meestal durven mensen dat niet. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Kan ik een slokje nemen onderwijl? Nou, twee dingen. Ja, hij doet het weer. A, ik probeer overal in Nederland een beschaafde opstand te creëren. Ook hier in Eindhoven. En ik ga niet eerder weg dan dat het gelukt is. Twee, ik word elke dag gevraagd om een politieke partij op te richten. En ik ben er langzamerhand zo moe van dat ik sterk overweeg om het ook te doen. En dat wordt dan de transitiepartij of de kantelpartij. Ja. Maar het is links nog rechts. Ik ga u vast teleurstellen. Want ik wil niet die hokjes en die vakjes. En u mag meedenken en handelen over het partijprogramma. Maar ik ben het wel met u eens, daar is wel behoefte aan. En dat we dat doen vanuit vertrouwen. En dat wij mensen centraal stellen. Mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Ja. Als u dus onderdeel wordt van dat politiek systeem, gaat het überhaupt lukken? Alle veranderingen die we nu zien, die komen juist in die chaos vanuit andere branchegroepen. Kijk naar de taxiwereld, de hotelwereld, telecom, noem maar op. Dankjewel. Die worden juist overgenomen door partijen die vanuit een andere invalshoek komen en totaal niet gebonden zijn door die politieke regels of door protocollen die actief zijn binnen zo'n branche. Dus moet u juist wel een politieke partij oprichten? Nou, toen ik 25 jaar geleden begon met transities, veronderstelde ik dat de politiek de laatste actor was. Configuratie die zou gaan kantelen. Dus ik heb het heel lang geprobeerd vanuit de samenleving en ook wel met succes. Nou ligt de transitietheorieën dat je eigenlijk alleen maar kunt kantelen van binnenuit en van buitenaf. Je hebt druk van buitenaf nodig en je hebt veranderkracht van binnenuit nodig. Misschien, we zien hypothetisch, is dit wel het moment om van binnenuit daaraan te gaan morrelen met steeds meer druk van buitenaf. Misschien. Geen kans op. Nou ja, ik geef geen enkele garantie. Maar ik denk wel dat de nood zo hoog is dat het te legitimeren valt om het te proberen van binnenuit. Ik zeg dus niet dat ik het ga doen, maar ik overweeg wel sterk om het te doen. En 5 of 10 jaar geleden had ik dat nog niet gedaan. Ik denk dat de druk van buitenaf langzamerhand zo groot is dat het cynisme ook zo de overhand neemt. Want wie vertrouwt er nou nog de politiek in Den Haag? Dat je bijna vanuit een moreel appel mee wil gaan doen van binnenuit. Omdat je kan het bijna niet langer aanzien. Maar ik ben het met je eens, het is een risico. Geen enkele garantie. Maar ik denk wel dat de chaos zo groot is dat de kans van binnenuit om het te verbeteren groter is dan een aantal jaren geleden. Die druk van buiten, die is er wel. Langzamerhand. Ik ga jullie hoop geven vanavond. Ja, wat is het? Dat je een van de velen wordt en onderdeel van de ruis. Maar eigenlijk is er geen risico, toch? Dat zou het hoogst haalbare zijn. De definitie van succes. Ik zou het vertrouwen wel willen herstellen in de politiek en het politieke systeem. En als daar een omwenteling voor nodig is, nou ja, het zij zo. Maar ik zou dat mensen enthousiast willen zijn over het fenomeen politiek en politici. Want als we het er nu over hebben, dan hebben we het gelijk over een probleem.
En ik zou zo graag willen dat dat cynisme verdwijnt. Je kunt niet de samenleving baseren op alleen cynisme. Het laatste referendum was puur cynisme. En ik ben een Europeaan en ik heb de tijd meegemaakt dat je dat met trots kon zeggen. Als je het nu zegt, dan zit je eigenlijk al in de verkeerde hoek. En ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe vormen van democratie gaan ontwikkelen die aan de ene kant veel lokaler zijn, dichter bij de burgers. Maar we ontkomen er niet aan om het ook op te schalen naar Europa. Maar niet alleen op basis van een financieel-economisch arrangement zoals nu. Dat is een veel te smalle, dunne scheidslijn. Wij moeten meer kijken naar de waarden die wij delen in Europa. Er is daar achterin nog iemand. Ja. Dit is wel iets wat u raakt, volgens mij. Ja, zeker. Ja, nee, ja. Zeker. Stel, hè, even hypothetisch. Er zou een initiatief zijn voor een nieuw kiesstelsel. Zou u deze dan publiekelijk steunen? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe dat in elkaar zit. Nee, dat kan ik wel een keertje uitleggen. Ja. Zo. Nou, ik denk, ik breng hem even hypothetisch, maar ik ben dus een initiatief voor een nieuw kiesstelsel begonnen. Klinkt een tikje paternalistisch, maar... Ik denk, ik breng het eventjes zo. Ja. Dat heet het nieuwe kiezen. En ik zou op zijn minst vragen om dat een keer te googlen en uw mening daarover te geven. Ja. Want ja, maar ik wil het wel graag gefundeerd doen. Ik kan zo niet... Ja, uiteraard. Nee, dat hoeft niet nu. Maar daarom, ja. Ik denk, ik lok u even uit de tent, maar dat lukte niet helemaal. Nee, ja. Ik sta open voor nieuwe vormen, ook van de kiesrecht en de manier waarop we het doen. Mijn punt is meer, je kan verzinnen wat je wil, maar het draait in de kern ook om vertrouwen. Hè? Echt doen wat je wilt, maar ook staan voor wie je bent en wat je doet. En zolang we te maken hebben met niet authentiek leiderschap... Kijk, ik noem een voorbeeld, ik moet het toch noemen. Ik kende Diederik Samson goed. Ik had een hoge pet van hem op als mens en ook als expert. Hij stond voor duurzaamheid. Hij gaat naar Den Haag, wordt onderdeel van die machinerie, wordt een machtspoliticus. En gebruikt duurzaamheid nu als het functioneel uitkomt. Ja, dan trap je mij op mijn ziel. Ik vind het nog steeds een boven de beste kerel. Hij doet zijn uiterste best, hij werkt heel hard. Maar hij heeft een deel van zijn authenticiteit verloren. En dat krijg je nooit meer terug. Hij heeft mijn vertrouwen beschaamd. En dat kun je niet meer repareren. Dat kun je maar één keer weggeven. En het gaat me niet om de partij. Hè, of de, ga nou niet twitteren allemaal. Van, het gaat meer om een voorbeeld. Kun je jezelf blijven in zo'n systeem? En authentiek blijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, nee, ik kom hier niet meer weg zonder... ja, we zijn nog niet op de helft, hè? Ja. Ja. Ja, ik wil het interactief en dan krijg je dat. Ik wil ook zelf schrijven. Ik ben Paul Giel, ik ben raadslid hier in Eindhoven. Uh-huh. En mijn drijfveer is juist geweest om het systeem van binnenuit een beetje te willen veranderen. In plaats van alleen van buitenaf ernaar te kijken. Ja. Wat ik daarin zelf merk is, het is ontzettend... moeilijk, moeizaam om nieuwe waarden ook daadwerkelijk in het, ja, in het vizier te krijgen. We hebben gisteren zelf een initiatiefvoorstel verdedigd in de commissie, kantelen notabene, waarbij juist informatie vanuit de leefwereld leidend gaat worden voor beleidsvorming. En ja, ik heb daar gisteren een aardige discussie over gehad om dit vorm te geven, maar het is ontzettend lastig. Ja, dat deel ik. Ik wil dat ook zeker niet onderschatten. Ik sta nogal eens voor een gemeenteraad. Ik merk ook daar de neiging om in deze tijden van kanteling nog meer te gaan controleren en te beheersen. Als het gaat over decentralisatie en de zorg en arbeidsvoorziening, dan wil men maar de grip houden. Dus wat ik ze voorhoud is om afstand te nemen, niet op details te sturen, ruimte te bieden. Ik heb een prachtig voorbeeld van een gemeente in Noord-Holland. Hollands Kroon. En die hebben 80% van de regels afgeschaft. Elke week komen daar ambtenaren vanuit andere gemeenten en bestuurders kijken, bussen vol. Hoe zou dat daar gaan? Nou, dat gaat uitstekend. Het is een experiment van 2 jaar. Ze gaan het evalueren. En als het goed lukt, maken ze het permanent. Wat gebeurt er? Die busladingen vol met mensen die komen kijken, die zien dat het werkt, die komen terug en vervolgens... Er niks. Omdat ze zeggen, dat kan bij ons niet werken. Het kan dus wel.
zijn drie directeuren die al jarenlang daar goed met elkaar samenwerken. En die doen een voorstel. Wordt uitgevoerd. Is het terecht als ik het vertrouwen erin heb dat het straks weer gaat over waar het over zou gaan? Ja. Mooi, dank je. Ja, dat vertrouwen krijgt u van mij. Maar ik geniet ook wel van de interactie. Achter die... Kijk, we zien de ontwikkeling dat wij mensen weer aan het roer willen komen te staan. Dus je ziet traag, maar onmiskenbaar, dat die systeemwereld richting de menswereld kruipt. Ik zie het in het onderwijs, ik zie het in de zorg, ik zie het in de arbeidsvoorziening. En dat is goed. Maar het duurt lang, want daarachter schuilt een drievoudige kanteling. In hoe wij denken, in hoe we ons organiseren en dingen in de praktijk uitvoeren. Nou, ik beperk me tot één, die paradigmawisseling. We hebben decennia lang gekoerst op het oude paradigma van snel exploiteren, maximaal rendement. Dit is natuurlijk diep geworteld in het neoclassieke, neoliberale denken. Ik bezit geld gedreven. Dit heeft ons niet gelukkiger gemaakt. De afgelopen 40 jaar is ons geluksniveau constant gebleven. Het is wat afgenomen. En onze welvaart is verdrievoudigd, materieel. Dit nadert zijn houdbaarheidsdatum. En we gaan meer naar een samenleving die vloeibaarder is. Samen dingen doen, coöperatief. Andere waarden, niet alleen geld gedreven. Je ziet het overal. Bij de ouderen, bij de middelbaren, bij de jongeren. En dit heeft tijd nodig. Transities gaan snel en langzaam tegelijk. Zal ik dadelijk wat voorbeelden van geven. Dus ik rond dit deel af om te praten over de disruptieve burger. Disruptie wordt altijd gebruikt als het over techniek gaat. Maar er is ook een andere kant. Wij hebben een toenemende hang naar autonomie. Wij worden disruptiever. Lees het proefschrift van Steven de Waal daarover, vorig jaar. Over maatschappelijk leiderschap. Ja. Ik heb eigenlijk nog één vraag over de vorige... Mag. Over de vorige slide. Ik werk namelijk als ambtenaar in Steenbergen. En ja. Wij willen heel graag meer onze burgers betrekken bij de plannen. Ik dan de jeugd. Dat draait heel erg hierom. Hè. Wat vinden jullie belangrijk? Waar kunnen wij voor zorgen? Waar willen jullie gebruik van maken? Wat kunnen we doen voor elkaar? Mijn vraag is... Willen we naar het nieuwe paradigma? Of gaat het er komen? Want ik zie het... Nog niet zoveel als dat we zouden willen. Nee, ik heb gezegd, dit is diep geworteld en nog steeds dominant. Maar ik kom toch steeds meer mensen tegen die op zoek zijn naar andere waarden, nieuwe waarden. Dat kan vanuit ethische overwegingen zijn, hè, normatieve, religieuze, spirituele. Maar ik zie toch wel de onvrede met deze klassieke waarden. Dit zijn eigenlijk meer universele waarden. Maar ik heb ook gezegd, daar gaat gauw een generatie overheen. Dit is niet een kwestie van een paar jaar. Waarom? Ik geef les op een aantal universiteiten, ook in Rotterdam. Rotterdam is ooit ontstaan uit de Economische Hogeschool, school van Jan Timberg. Dus op hetzelfde moment dat ik studenten hiermee confronteer, krijgen tientallen andere studenten les over dit paradigma. En daar wordt die studenten geleerd dat wij rationele actors zijn die gedreven zijn door onze winst te willen maximaliseren. Serieus, nog steeds leren wij dat eerste, tweede, derde jaar studenten. Dat is er in veel gevallen nog zo. Wat is nog zo? Dat heel veel mensen door geld worden gedreven. Ja, dat wordt ons vooral wijsgemaakt. Dat is nou juist wat ik probeer te repareren. Natuurlijk zijn wij ook geld gedreven, maar niet alleen. Ik ken heel weinig mensen die gelukkig zijn geworden die alleen maar door geld gedreven zijn. We hebben wel te maken met een evolutie. Wij ontwikkelen ons. Je mag veronderstellen dat wij steeds op een hoger niveau van reflectie en reflexiviteit komen. Althans een deel van ons. Dat is wel de hoop die ik mee wil geven. Maar wij, als je naar het functioneren van de mens wil kijken, dan heb je meer aan de sociale psychologie en de netwerktheorie dan aan de economie. En dat geven steeds meer economen ook zelf toe. Maar we leren nog steeds dat smal beeld aan veel mensen. En als je dat doet, gaan mensen zich daar ook naar conditioneren en gedragen. Ik gaf al het voorbeeld van die efficiënte studenten weer. Als je een systeem bouwt wat daarop gericht is, gaan ze zich naar gedragen. Wij ook.
Ik kan je een encyclopedie aan kennis geven over de andere waarden die ons drijven. Er zijn mensen als Gert Spaargaren in Wageningen al tientallen jaren mee bezig. Hij onderzoekt waar letten wij op als wij een auto kopen. Dan zal je verrast zijn over welke factoren wij dan in beschouwing nemen. Zelfs de inrichting van de showroom speelt daar een rol in. Er zijn tal van factoren die niet alleen om geld gaan, die daar een rol bij spelen. Dus ik zeg het is en. Wij zijn complexere wezens dan alleen maar door geld gedreven. We zijn ook disruptiever aan het worden. Dus we willen meer autonomie en we gaan ons ook in die richting organiseren. Ik kijk met een transitiebril naar de economie. En ik word aan de ene kant uitgedaagd en enthousiast. Aan de andere kant ook weer bezorgd. Twee kanten laat ik zien. De tragiek van mij is, ik ben natuurlijk mijn leven lang bezig met veranderen. Behalve thuis, zeggen mijn kinderen. Dus mijn zoon zegt, 2-0 voor Tim wordt dit. Pa, leuk die veranderverhalen. Maar jeetje, wat ben jij traditioneel, zeg. Jij zit helemaal in de oude economie. Jij koopt nog boeken bij een boekhandel. Jij belt nog een taxicentraal. Je maakt geen gebruik van Uber. Je gaat een reisbureau binnen. Daar is hij nog nooit van zijn leven binnen geweest. Deze jongen doet alles via zijn app. Onnavolgbaar. Hij heeft me nu zover dat hij mij een paar weken geleden voor mijn verjaardag een Spotify abonnement heeft gegeven. Dus ik heb zo'n box gekocht en ik haal de hele wereld virtueel in huis. Ik had dus een jukebox. Dat vond hij dan wel weer frappant. Wel mooi zo'n mechanisme, het draaien van die singles. Maar hij zei, pa, je gaat toch niet naar een cd-winkel? Als ik dan voorstelde om een cd-winkel binnen te lagen, ging hij niet naar binnen. Hij zei, ja, muziek haal je uit de cloud, virtueel. Dus waarom vertel ik dit? Wij zijn voor een deel nog onderdeel van die oude economie en de nieuwe economie biedt zich razendsnel aan. Het is niet zo dat dit beter is of slechter, good of the bad. Het gaat er maar om, ben je aangepast, voorbereid op die digitale storm, op die orkaan? Nou, wat hier rechts staat, is dat beter dan dit? Jullie zullen zeggen, ja, maar die cowboys van Airbnb en Uber, nou ja, wacht even. Ze moeten zich natuurlijk wel houden aan spelregels, althans een deel van die spelregels is verzonnen door de traditionele orde. Maar je mag natuurlijk niet mensen uit buiten onderbetalen, daar heb ik het niet over. Ik kijk sec even naar het verdienmodel van Uber en Airbnb. Airbnb is ja, de grootste vastgoedmagnaat ter wereld, alleen wat hebben ze niet? Vastgoed. Nee, want het is steeds meer een ballast. Dus ze zijn zelfs groter dan Hilton, maar ze hebben geen appartementen, ze hebben geen hotels. Wat heeft Uber niet? Kijk nou even wat Uber doet. Kijk, Uber geeft mij... Ik heb geen rijbewijs, ik heb een elektrische auto nu geleased. Ik ben de eerste in Nederland die een elektrische auto leased zonder rijbewijs. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Want dan krijg je natuurlijk het hele systeem tegen je. Bovendien wil ik nu een laadpaal in mijn straat en dat kon niet... Twee straten verderop en het duurt 6 maanden. 6 maanden. Kom ik nog op terug. Maar goed, ik ga dan met een taxi af en toe. En ja, dan, ik wil er een kiezen, maar dat mag niet. Ik moet altijd de eerste van een rij kiezen. Ik mag de chauffeur niet kiezen, de route niet, de prijs niet. Nou, Uber geeft dat wel. Een normale taxi staat bijna de helft van de tijd stil. Ja. Dat is niet waar. Je mag iedere taxi pakken. Nee, dat is echt niet waar. Ik heb dat zo vaak geprobeerd, meneer. Ja, maar ja. Ja, dit vind ik de platitude van de avond. U wil niet weten hoe vaak ik dat geprobeerd heb. Zo gauw ik de tweede of derde of de vierde neem, dan ik moet de eerste nemen. Echt waar. En ja, ligt dit ook al gevoelig hier? Nee, toch? Dit is, hier worden we het over eens dus. Ik heb het over, ja. Ja, maar kijk, dit is spannend, want de restcapaciteit van die taxis is enorm. De helft staat gewoon stil, de helft van de tijd. En... Kijk, wat er nu gebeurt. Dadelijk, het wordt Cruyffiaans geniaal eenvoudig. Kijk, Uber verandert niet zozeer de taxiwereld, maar de hele vervoersketen. Uber heeft overal ter wereld nu, ondanks alle tegenwerking, rechtszaken, specifieke vervoersdiensten. Of het om trouwpartijen gaat, of versproducten, medicijnenvervoer, bedrijfsvervoer. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel. Maar hoe komt dat nu? Kijk, en dit is het Cruyffiaanse. Ze doen niks meer en minder dan chauffeurs aan passagiers verdienen, digitaal. Ja, dan kijkt u weer. Elke zaal kijkt me dan aan van, ja. Maar eenvoudiger kan niet. Slimmer kan niet. Sneller kan niet.
Goedkoper kan niet. Het punt is, dames en heren, dit ga je niet alleen krijgen in de vervoersbranche, maar ook in de energiewereld, ook in de bouwwereld, ook in de zorgwereld. Het digitaal koppelen van vraag en aanbod, dat heeft de toekomst. Daar kun je als traditioneel bedrijf niet meer tegenop. Voelt u hem? Dit is dus disruptie tot de macht 2. Ja. Ik spreek geen waardeoordeel uit, ik constateer alleen nu. Nee, maar wat normaal werd verontrustend is dat daar nog, en nu zijn er meer taxibedrijven die geld verdienen. Oh, en zo'n dingen als Uber en Airbnb komt er wel in het midden van geld op één plek terecht. Nee, maar we weten dat dit een uiting kan zijn van hyperkapitalisme, dat het kan leiden tot een oligopolie of zelfs een monopolie. Wij moeten dus ook dat beschermen. Dat heb ik al gezegd, dat is het uitgangspunt. Ja. Het gaat mij sec om deze wereld. Je kan dan als taxibedrijf twee dingen doen. Of je uit alle macht verzetten ertegen, of denken, hey, dit zijn toch wel slimme verdienmodellen, slimme gasten. Dus ik ga mij aanpassen en meebewegen. Mijn boodschap is dus, als deze bedrijven zich niet aanpassen en meebewegen, zijn ze er geweest. 3 van de 5 gaat het niet redden. En degenen die het hardst roepen dat het niet mag en kan, gaan als eerste eraan. Dus probeer dat te begrijpen. Ik spreek geen moreel oordeel uit. Maar dat is disruptie in het kwadraat. En het verzet komt ook voort uit onmacht. En dit krijgen we dus voor elke sector. Binnen 5 jaar is een Uber voor de bouw. En dan staan we voor die bouwers. En dan zie je ze kijken, het zal toch niet waar zijn. Ja, het is al aan het gebeuren. Op energiegebied heb je Van der Bron. Nou, Van der Bron koppelt een boer met een windmolen aan een klant die groene stroom wil van die boer. Maar ze vragen alleen contributie van de boer en van de klant. Heb je dan nog een energiebedrijf nodig? Nee. Ze hebben nu 50.000 klanten. Ze groeien met honderden per week. Nuon verliest 100 klanten per dag. Wist u niet, hè? Geven ze niet toe. Maar ja, ik hoor wel eens wat. Dus over 5 jaar kan het best zo zijn dat Van der Bron groter is dan nu al. Zo snel gaat het, dames en heren. Dat is dus de disruptie. Daarachter krijgen we dan nog de kanteling van mens-machine interactie, de Internet of Things, toenemende robotisering, opkomst van sensors, nou, ontbundeling en ontvlechting. Daarmee bedoel ik dat, stel je voor, je bent een bank, je levert 100 financiële producten en diensten. Elk van die producten en diensten kan binnenkort sneller, slimmer, goedkoper worden geleverd door een start-up. Ik mocht de vraag stellen aan de 4 CEO's van de grote Nederlandse banken. Bestaan jullie nog wel over 5 of 10 jaar? 2 van de 4 verdwijnt, want ja, links en rechts worden ze ingehaald. En daar zaten ze op een krukje. In 1 gedoken, meneer Zalm zat helemaal zo. En het antwoord was, goeie vraag. Wij gaan daar goed over nadenken. Ja, maar bestaat u dan? Ja, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat wij er niet meer zijn over 10 jaar. Ja, je krijgt al een biertje getapt in Japan door een robot. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is niet gezellig. Ik heb liever een prettig ogende, rondborstige bardame of barman. Maar ja, denk even aan de Ubers. Altijd 2 vingers schuim. En dit is heel goedkoop. Ik stond laatst op een congres, na mij kwam de hoofdspreker, deze robot 40 centimeter hoog. Hij kan u laten dansen, springen, zingen, klappen, lachen, alles. Heeft de verstandelijke vermogens van een baby van 4 maanden. Maar is zo geprogrammeerd dat hij ouderen kan activeren. En het punt is, er zijn 2 groepen mensen niet bang voor. De heel oudere mensen niet, die zien hem als een speelgoed, pop. En de jongeren niet. Onze generatie is er vooral bang voor. Mijn boodschap is, terug naar de 19e eeuw, we moeten ze functioneel inzetten. Functioneel inzetten, niet bang zijn. Een deel van de werkgelegenheid zal verloren gaan. Maar we kunnen het niet tegenhouden. Functioneel inzet. De menselijke maat wordt nog belangrijker. Door die digitalisering en robotisering hebben we nog meer behoefte aan intermenselijk contact. Dit is de meest verkochte robot ter wereld. Ik word er niet echt opgewonden van, maar er is een snel groeiende markt voor. Binnenkort ook voor de dames in mannelijke vorm. Ook die kun je functioneel inzetten. Ja. Je kunt er natuurlijk, mijn moeder hangt hier boven de hele tijd en je hoort haar de hele tijd zeggen, is dat nou nodig? Ja, die vraag, die wordt zelden gesteld bij kantelen. Ja, het komt over je heen, je kunt er gebruik van maken, hoeft niet.
En je kunt ze functioneel inzetten. Dit is het meest ontwrichtende apparaatje wat ik ken. Ja. Denk je nou niet dat met toenemende bewustzijn van mensen dat er ook juist weer een teruggang kan zijn? Nou, bijvoorbeeld die traditionele boekwinkel. Die zegt, ik koop juist niet meer bij bol.com. Want het probleem zijn juist de multinationals. Waarom er niet gekanteld kan worden, dat is eigenlijk een van de grootste factoren. Die multinationals die... Hè, u zei straks ook de politiek, maar hoe ziet u bijvoorbeeld de verhouding tussen multinationals en politiek? Nou, dat is natuurlijk een heel lastige vraag, want ik zie die verknoping in Waarom de praktijk. Stel ik hem ook? Ik zie die verknoping in de praktijk. Het energiebeleid in Nederland wordt voor een deel bepaald door multinationals als Shell. Ook omdat ze constante uitwisseling hebben. Hè? Hoeveel PvdA-politici zijn er niet naar Shell gegaan? Dus daar zijn we het over eens. Er is een verknoping, een grote mate van invloed. Dat is een van de redenen waarom we zo traag aan het verduurzamen zijn in de energiewereld. Een deel van de mensen gaat terug naar vroeger. Een deel, je kan je loskoppelen van deze nieuwe economie. Die keuze heb je. Er is ook een deel van de mensen die weer LP's draaien. Maar het overgrote deel niet. Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Maar het is, ik denk dat er heel veel mensen zich beginnen te realiseren dat je eigenlijk gewoon geen boek bij bol.com moet halen. Maar als jij die boekhandel hier in de stad wil houden, dat je hem bij die boekhandels ook moet halen. Ja, dat klopt. En ik heb mezelf ook ingezet als ambassadeur van de grote boekhandel Donner. En die is ook in de lucht gehouden via crowdfunding, omdat een aantal mensen dat wilden. Toch is er een consequente groep die er nooit komt. En er is een hardnekkige groep die daar naartoe wil gaan. Prima. Wat mij betreft kan dat naast elkaar functioneren. En ziet u het mogelijk dat bij wijze van spreken consumenten, hè, in de toekomst een bedrijf als Coca-Cola kunnen dwingen om een ander beleid te gaan voeren door een Consumers United die gewoon echt het wereldwijd voor elkaar krijgen om een week lang geen Coca-Cola te kopen? Een van de redenen dat ik hier sta is om jullie te empoweren, van macht te voorzien. Paul Polman, CEO van Unilever, die heeft gezegd, elke groep consumenten kan binnen, letterlijk zei hij, een nanoseconde, een niet duurzaam functionerend bedrijf ten gronde liggen. Op het moment dat de consumenten zich bewust worden van de macht die ze hebben, kunnen ze elk bedrijf ten gronde richten. Alleen een deel van de mensen ervaart dat niet als een macht. Maar zelfs als wij vanavond massaal gaan twitteren over een willekeurig slecht functionerend bedrijf in Eindhoven. Noem maar een bedrijf. Dan kunnen wij vanavond nog een enorme impact hebben. Nou, en dat is wat ik zeg. Ik denk dat je die economische macht hebt. Als ik twitter vaak koop MKB of koop bij die lokale ondernemer. Ja. En als we dat massaal zouden doen, dan herverdeel je de welvaart. Is mijn idee. Ja, dat kan heel goed. Dus daar wil ik jullie ook toe oproepen vanavond. Maar misschien dat we aan het einde zo'n bedrijf kunnen kiezen. En dan... dat vind ik eigenlijk wel een lucide idee, ja. Nog even dit economisch deel afmaken. Er is al een hub in 020 die dan... Ja, dit is een middeleeuws grachtenpand. Dat is natuurlijk krankzinnig. Want ja, dat kost een paar miljoen, een paar jaar tijd. Maar elk eerste voorbeeld, een prototype, is tijd- en geldrovend. Maar in Shanghai printen ze 10 huizen per dag. Dus dan zou je zeggen, als ik bouwer was, dan ging ik daarop inspelen. 3 van de 5 bouwbedrijven doet dat niet, is verblind en denkt, ik hoop dat het meevalt. Zijn niet echt proactief en gaan eraan. Dit is, ik begon met dat plaatje van die massaproductie in die fabrieken, weet u nog? Dit is de omgekeerde transitie. Wij als massa kunnen weer dingen gaan produceren, lokaal, uniek, op maat. Dus dit is de transitie naar productie door de massa. U bent veel machtiger dan u wilt. Binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, kan u bijna alles zelf in uw eigen netwerken maken. Internet ging over het delen van ideeën en concepten. Dit gaat over het delen van producten. U beseft dat niet, maar u bent onderdeel van, die heb ik weggelaten, u wordt een prosument, u wordt een fabricant. Als u denkt, wie zijn dat dan? Er komt een generatie aan die al zo denkt en droomt. Die heeft dat al in de genen. Dus er komt een nieuwe maakindustrie aan en daar is Nederland altijd goed in geweest. Alleen hoe wij dingen maken en wie dingen maken is fundamenteel aan het veranderen. Het hoeft niet meer groot in fabrieken. We hebben niet veel ruimte meer nodig. Het kan klein in de steden. Kleinschalig, uniek, op maat. Iedereen wordt producent. Ik noem het prosument. Fabricent. Ik ga...
Die nieuwe economie heeft veel vormen en gezichten en daar kan ik enthousiast over worden. Kijk maar, het is niet alleen een deeleconomie, hè, waar we het vaak over hebben in tegenlicht. Nee, het is ook een maker-economie, het is ook een robot-economie, het is ook een biobased, een groene en circulaire economie. Wauw. Als ik 19 was, zoals Tim, dan vond ik daar een grote uitdaging. Daar word ik enthousiast over. Waar ik bezorgd over ben, is die groep van 1,5 miljoen mensen die hier niet bij kan aanhaken. 80.000 jongeren in Rotterdam-Zuid tussen de 5 en de 20 die niet geschoold zijn, slecht geschoold, voortijdig school verlaten, die niet hierbij kunnen aanhaken. Dit leidt tot een tweedeling en daar moeten we op anticiperen. Ik ga met jullie op verzoek van de bibliotheek een kijkje nemen in de toekomst. Niet dat ik een glazen bol heb, maar ik trek een aantal niche-ontwikkelingen door langs lange lijnen. Men vroeg mij om 100 jaar vooruit te kijken. Nou, dat vind ik gratuit. Maar 2005 is al heel wat. En dan ga ik laten zien hoe snel en langzaam transities gaan. Allebei. Dat is een beetje Cruyffiaans. Het gaat snel en langzaam tegelijk. Windmolenparken, hier in combinatie met algenontwikkeling op de Noordzee. We hebben met Urgenda 8 jaar geleden al een toekomstvisie ontwikkeld, Nederland 2050. Daar was dit onderdeel van. Nou, resultaat. We hebben nu 2000 windmolens op land en zee na 25 jaar. Hoeveel hebben we er nodig? 25.000. 25.000. Dan zijn we voor een groot deel zelfvoorzienend wat betreft groene stroom. Wat mij betreft komen die voor een groot deel op de Noordzee. 20 grote windmolenparken. Van honderden windmolens met een capaciteit van 10 gigawatt. Megawatt. Daar heb je genoeg aan. We kunnen op grote schaal gebruik maken van zonnepanelen. We kunnen multifunctionele dijken maken. Die we voor allerlei functies inzetten. Nou, wat gebeurt er op het gebied van zonne-energie? Heel lang hebben we achteraan gehobbeld. We hebben nu 1 gigawatt. Dat zijn toch al 4,5 miljoen panelen. 1500 voetbalvelden na 15 jaar. Wat hebben we nodig? 50 gigawatt. Dat zijn ongeveer 75.000 voetbalvelden. Dus wat krijg je nu? Dat er steeds meer zonneparken ontstaan. Maar in Rotterdam ligt er bijna nog geen zonnepaneel op de daken. Laten we nou eerst de daken gebruiken. 2,5 miljard kubieke meter dak- en geveloppervlak. 2,5 miljard. Gebruiken we niet. Ja. Ja, als je naar de haven kijkt in de toekomst, dan zie je geen olieraffinaderijen, maar dan zie je biomassa. Allerlei soorten, natuurlijk bij voorkeur tweede, derde generatie. En daar kun je prachtige dingen mee doen. We zijn 10 jaar bezig, nog geen 0,5% van de reële economie. En waarom? Omdat het natuurlijk jarenlang is getraineerd, tegengehouden door de grote petrochemische bedrijven, de Shells van deze wereld. En ja, die wilden niet aan een nieuw verdienmodel. Kijk, zelfs Rotterdam knapt ervan op als je die stad groen maakt. En dan zie je zelfs nieuwe beroepen ontstaan. De dakdokter hier, je ziet de schapen op de daken. Nou, geloof het of niet, maar Rotterdam is koploper in Nederland op het gebied van groene daken. Nou, dat is natuurlijk heel wat, dat klinkt stoer. Maar hoeveel hebben we er dan? Dit is een prachtig voorbeeld. Dat is achter het Centraal Station. Hier zie je het Hofplein, het Stadhuis. Het enige gebouw wat nog is blijven staan daar. Na het bombardement in die buurt. En één keer in de 20 jaar als Feyenoord kampioen wordt, dan stroomt die Coolsingel vol. En dit is een mooi voorbeeld van een dak. Nou, we hebben nu 100.000 vierkante meter groene daken na 8 jaar. Ja, dat klinkt veel, dames en heren. Maar dat is het natuurlijk niet. Hoeveel voetbalvelden zijn dit? Ja. 50. Denk daar maar even over na. Een voetbalveld is 100 bij 100. Ja, nou, dat is even makkelijk rekenen. Dat is 10.000. Nou, er zijn er dan 10 maal 2, 20. Dat zijn er 20. Daar zijn we dan trots op. Dit is een biobased woning. Een biowoning kan je maken van hennep, van humus, houtsoorten. Prachtig, is in opkomst. We hebben er 1. Na 5 jaar 1. En die wordt dan feestelijk geopend. Hè? U kent dat wel. Champagne erbij, minister uitgenodigd. Wij zijn goed in de biobased. Ik kon er 1 woning. Dit zijn volstrekt normale woningen. Waren het niet. Deze komen uit Kerkrade. Deze zijn losgekoppeld van de gasinfrastructuur. We hebben nog maar voor 10 jaar gas. Misschien 15 jaar als we
nog meer van die aardbevingen krijgen en we er minder snel doorheen gaan, maar niettemin eindig. Dus we koppelen het los van de gasinfrastructuur. Mijn moeder zegt, Jan, je zet me toch niet in de kou, hè? Als je loskoppelt van die gaskachel. Ja. Ik zeg, nee, we gaan het veel beter isoleren. Je brengt de warmtevraag terug met 70-80% en de rest wek je op duurzaam. Dat kan met een efficiënte warmtepomp, dat kan met zonnepanelen. Nou, dat kunnen we technisch doen. En Maxime Verhagen, de frontman van Bouw uit Nederland, heeft gezegd, dit mag niet te snel gaan, want we moeten kleine stapjes maken. Kleine stapjes, Maxime. Kijk even, 500 nul op de meter woningen na 5 jaar. En dan rek ik het wat op naar boven. Het mag niet te snel. We hebben 7 miljoen woningen in Nederland, dames en heren. Maxime, niet te snel. Het kan op allerlei manieren. Ik laat hier voorbeelden zien uit Heerenveen. Je kan een nieuwe schil om dat huis zetten. Je kan ook wat Urgenda doet, zeg maar, gebruik maken van infrarood warmtelamp. Dat kan. Er zijn 3 verschillende methodes om dat te doen. Helemaal los van het gas, deels los van het gas. Dat maakt maar niet uit. Technologisch kunnen we veel. Het gaat erom, hoe organiseren we dit? Ja, dit is een voorbeeld van Gevo Ontwikkeling, de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Mocht je in de buurt zijn, kom een keer langs. Deze ondernemer werkt al jarenlang hard aan multifunctionele gevelontwikkeling. Dus hij zegt, waarom zou je elk oppervlak maar 1 keer gebruiken? Je moet afhankelijk van de tijdstip en de weersgesteldheid dat kunnen kantelen. Dit is wel het mooiste kantelvoorbeeld wat ik ken. Dus hij zegt, als het mooi weer is, hang je de zonnepanelen voor. Als het minder mooi weer is, de sedum, de graskant. Je kan de reclamekant, de reflecterende kant, die kun je allemaal gebruiken. Dus je kunt waarde toevoegen aan zo'n gevel. Dat kun je uitdrukken in geld, maar dat hoeft niet. Nou, deze man die is daar al 5 jaar mee bezig. Je kan alle oppervlaktes die we langs de spoorrails nu niet benutten, die kan je gaan benutten langs de autowegen. Als we dat voor 1 functie zouden benutten, energieopwekking, dan heb je al geen grote energiecentrales meer nodig. We hebben zelfs in Eindhoven een kantelveld geïnstalleerd. Dus dit is een multifunctioneel sportveld, officieel getest door de broeders van de Kerkhof. Die konden dat net nog aan, mentaal begreep ik. En, en als je dus niet speelt, dan kan je elektriciteit opwekken. Dus dit is kantelen. Elk sportveld, hockeyveld, voetbalveld, kun je als je het niet gebruikt, kantelen en elektriciteit mee opwekken. Nou, daar zijn we al die jaren bezig. Enige tientallen roterende toepassingen. Wat we het meeste horen is, het kan bijna niet waar zijn. Het kan bijna niet waar zijn. Is het niet te duur? Wat is de terugverdientijd? Dat is het oude lineaire terugverdientijd. Ja. Dit is een prachtig gebouw in Duiven, gemaakt door Thomas Rauw. Ga een keer kijken. Dit is een echt circulair gebouw. Dus wat heeft hij gedaan? Een bestaand gebouw heeft hij omgetoverd tot een nieuw gebouw. Helemaal gerenoveerd en getransformeerd. En hij noemt het een renaissance, wedergebouw. 80% van het oude gebouw is hergebruikt. Er zijn een aantal materialen toegevoegd, maar die zijn allemaal gerecycled. En zelfs de toiletpotten, die zijn gebruikt. De werkkleding van mensen die er werkten, die zijn gemaakt tot isolatiemateriaal. En elk materiaal wat gebruikt is, elke grondstof, krijgt een paspoort mee. Dus als je het weer uit elkaar wil halen en opnieuw wil opbouwen, dan kan dat. Het is een uniek gebouw. Vooral door die materialen, paspoorten en de renaissance idee. Er zijn er 2 in Nederland. En dan kom ik op. Vorige week was er weer zo'n innovatiebijeenkomst in 020. En dan juichen wij over de circulaire bouw. En met recht en reden, want ja, dat is een gouden toekomst. Maar 2 circulaire gebouwen. Ik hou me bezig met drijvende bouwen, dat begrijpen weinig mensen. Maar goed, we zien dat de zeespiegel steeds sneller stijgt. De laatste metingen zijn uitermate verontrustend. 25 jaar geleden ben ik erop gepromoveerd, 30 jaar geleden op afgestudeerd. Ik was een van de eerste in Nederland. Ik promoveerde niet cum laude omdat men zei, dit is fascinerend onderzoek naar een probleem wat waarschijnlijk niet blijkt te bestaan over 25 jaar. Dat was vorig jaar. En ik heb toen een fles whisky gewonnen van de hoogleraar die dat zei. Uit Tilburg. Ja, maar dit is een drijvend paviljoen. In Nederland, wij geven in Rotterdam alles een bijnaam. Dus dit noemen wij de natte ballen. En de Erasmusbrug, dat is de zwaan, maar wij zeggen ook wel de erectie van Bram Peper. Want hij wilde dit
ongeveer als enige, samen met Riek Bakker, en nu is het met terugwerkende kracht een icoon geworden. Dit is drijvend bouwen. Dus het idee is, dit staat in open verbinding met de Noordzee. Dus als de zeespiegel gaat stijgen, dan stijgt dit ook mee. Dan kun je twee dingen doen, of al die kaders ophogen. Of zeggen, we gaan meebewegen met het water. Nou, wij willen dan een proeftuin worden voor drijvend ontwikkelen, drijvend bouwen. Nou, dan kun je dus allerlei dingen verzinnen. Drijvend zwemmen, dit is een drijvend zwembad. Dat is modulair van speciaal materiaal. Dat kun je dan verplaatsen over het water. Drijvende woningen. Drijvende sportvelden. We hebben nu 1 drijvende toepassing na 6 jaar. 1. Transities gaan snel en langzaam tegelijk. Elektrisch vervoer. Nou, dit is een voorbeeld van de Blaak, de Kubuswoningen van de heer Blom. En dit zijn zelfstandig functionerende elektrische modules. Die kun je loskoppelen en ook aan elkaar koppelen. Dan krijg je een soort metrosysteem. Dit is de Witte de Witstraat met allemaal elektrische modules. 1, 2, 3 pitters. Nou, je ziet hier ook multifunctioneel. Hier kwam de voormalige Wibbo Okkelso vanuit de lucht landen op het Schouwburgplein. En je ziet dat je alle dimensies kunt gebruiken vanuit mobiliteit. Nou, ik heb een oplaadpaal aangevraagd. Het duurt 6 maanden. 6 maanden. Ik zei maar, hoe komt dat nou? Nou, eerst 2 maanden kunnen bewoners uit mijn straat protest aantekenen. Nou heb ik dat al een keer eerder meegemaakt. Ik had zonnepanelen in mijn straat. Ik woon in een beschermd stadsdeel. En er was iemand tegen. Die woonde 50 meter verderop in mijn straat. Niet dat hij ze kon zien, maar hij was tegen. En die heeft dat een jaar lang tegengehouden. Nu komt die laadpaal pal voor zijn deur. Die man die werkt bij een advocatenkantoor, Nauta en Dutiel. Ik zie alweer de pakken papier voor me die hij me gaat opsturen. Twittert u dit niet, absoluut. Want dan... Maar het duurt 6 maanden, maar de resterende maanden dat kwam omdat de energieprovider, die moet per paal geld toeleggen. En die doen dat dus liever niet. Dus die traineren dat. En daardoor duurt het oneindig lang. Maar ik zeg, hoeveel verzoeken krijgen jullie dan per maand? 100 nu. Een paar jaar geleden nog maar een paar. Dus dat neemt explosief toe. McDonald's wordt McBio. Want ja, anders hebben ze geen verdienmodel meer. Dus dan kan je zelfs romantisch gaan eten bij McDonald's en de biologische of duurzame schijf van 5. Nou ja, je ziet eigen voedsel eerst is dan een opkomende stroom. Stadsboerderij. We hebben er een in Rotterdam, maar dat is een oud kraakpand bij het Marconiplein. Fascinerende plek, heel rauw, schurend. Degene die het wilde starten, 3 entrepreneurs, hebben 2 jaar lang geworsteld met de regels. Er waren namelijk geen regels voor een boerderij in een stad. En toen dachten de ambtenaren, ja, dan gaan we daar in Brabant kijken, want daar heb je heel veel bio-industrie. Toen hebben ze een aantal van die regels getransponeerd op dit terrein. Dus wat kreeg je? Als je kippen wilde houden, dan mochten er geen mensen wonen in een straal van 400 meter. Maar ja, die wonen daar wel. Dus ze zijn 2 jaar bezig geweest om met die regels te worstelen. Ze hebben doorgezet, tegen alle verwachtingen in, groot succes. Nu wil elke stad zo'n boerderij. Maar we hebben er nog steeds maar 1, na 5 jaar. Nou, nu kom ik aan op het meest prikkelende deel. A, wordt u niet boos? B, dit is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit is een impressionistisch beeld. Wat ik als friskijker, dwarsdenker, buitenstaander van Eindhoven heb. Hierdoor liep het gemeentehuis leeg. Dus als u dadelijk de zaal verlaat, dan weet ik waar het aan ligt. Ik heb wat impressies, omdat dat mij toen gevraagd werd en wederom van Eindhoven. Dus ja, een typische doelstad, ingenieursmentaliteit, brainport, standaardmaatschappij, toch wel grote verschillen, hiërarchisch. Relatief veel autisten, ja, kan ik ook niks aan doen, dat blijkt uit de observaties. Internationale stad. Nou, ik hoor nog geen commotie, dus dit delen we denk ik nog wel. Hier word ik helemaal gek van af en toe. De slimste stad van Nederland, van de wereld, van Europa. IQ-stad, hoog opgeleide, 040, trots en betrokkenheid, focus op de jeugd. Ja, er is iets richting 020 van een soort van strijd, competitie om dat in te halen. Nou ken ik dat wel vanuit Rotterdam. Maar laat nooit een andere stad je richtlijn zijn. Ik heb hier de cijfers van verzameld. Relatief veel luchtvervuiling, weinig historie, weinig groen. Ja, dat kreeg ik toen ook al. Voor de voeten geworpen. Maar ja. Ik ben tweede geworden in de groenste stad van Nederland.
Ja, maar Den Haag was eerst en die ontkende dat ze ook de groenste waren. Daarvan, die discussie wil ik dadelijk nog wel hebben bij de borrel. Ik begrijp de commotie, maar even hier doorheen. Weinig historie te zien, provinciaals. Als ik door het stadshart loop, ja, daar word ik niet echt vrolijk van. Ja. Modernistisch. Nou, niet echt een bruisend nachtleven en uitgaanscultuur. Saaie bedoeling. Niet echt een logische stad. Je wegvinden valt niet altijd mee. Niet echt een intellectueel klimaat. Het wordt steeds erger, hè? Ja, ik heb gezegd, we moeten niet uitbreiden, maar we moeten inbreiden. Hè? We hebben meer groen. In de stad is relatief veel groen opgeofferd aan bedrijven, bedrijventerrein. En een mix van oud en nieuw. Nou, naar mijn conclusie, op basis van deze impressies, nogmaals, is het profiel is nogal eenzijdig. Alles gaat over innovatie en techniek. En ik heb toen gezegd, en dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen, te veel nerds en te weinig dansers en dichters. Dus ik heb gezegd, Eindhoven heeft dansers en dichters nodig. Je kunt toch nooit een stad in balans creëren met alleen maar techneuten? En u gaat dadelijk zeggen dat het wel meevalt en dat er ook genoeg dansers. Ja, dat weet ik wel, maar die discussie wil ik toch graag voor. Mijn pleidooi is, ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar duurzaamheid van steden. Ik heb honderden steden geanalyseerd in Nederland, in Europa, over de hele wereld. Ik heb daar artikelen over geschreven, rapporten. Wat blijkt? De meest duurzame steden, sociaal, economisch, ecologisch, zijn in balans. En de mensen staan centraal, doen actief mee aan de stadsontwikkeling. Prachtig voorbeeld is Vancouver. Prachtig voorbeeld is ook Kopenhagen, op kleinere schaal Freiburg. Dat zijn steden die echt worden gemaakt door mensen die op alle niveaus meedenken, meedoen en waarin er een balans is tussen die drie kapitaalsvormen. Mijn stelling is, deze stad is nog lang niet in balans. Dat zie ik overigens ook in Rotterdam, die de menselijke maat al lang kwijt is geraakt. Rotterdam wil altijd maar dat stoere, rauwe, grote gebouw. Het ene gebouw nog groter. Maar Rotterdammers zijn weliswaar stoer en vrij hard en rauw, maar hebben ook een kwetsbare kant. En die kwetsbare kant zit in het kleinschalige. Die hofjes, die verbindingen. En die mis ik. En dat mis ik ook wel in Eindhoven. Ik zou zo graag willen dat als ik kijk naar de toekomst, Eindhoven een proeftuin wordt. Als je nou zo goed bent in duurzaam ontwerp en design, waarom pas je het dan niet toe in je eigen stad? Waarom maak je dan niet die stad helemaal duurzaam? Qua bouwen, qua ontwerpen, qua energie. Waarom neem je dat dan niet als uitgangspunt? Waarom benut je niet alle daken en gevels? Waarom zie ik dat duurzame design dan niet door de hele stad? Als een soort groen en blauw lint. Waarom niet al het verkeer elektrisch? Ik stel alleen maar een vraag. Waarom geen mooie mix tussen oud en nieuw, tussen jong, creatief en oude, vitale mensen? Een proeftuin voor innovatieve medische zorg. U kunt dadelijk losgaan, maar ik maak dit even af. Waarom geen bruisend stadshart met een bloeiend cultureel leven? Waarom niet die warmte, die gezelligheid? En misschien zijn er dan wel net zoveel dansers als techneut. Dus voor mij is de opgave om, volgens mij heeft Eindhoven heel veel meer verbinders nodig. Nou zit er een puur zangverbinder in de zaal, Sandra Verbrugge, die ook de reden is dat ik hier sta. En in alle opzichten een verbinder is. Sandra, ga even staan. Ja, zij is misschien wel de grootste verbinder in Eindhoven. Zij verbindt, ja, daar mag u best voor klappen, ja. Zij verbindt mensen, projecten, ideeën in het onderwijs. Is ook betrokken bij een prachtig initiatief, de Bildung Academie in Amsterdam. Zou ook in Eindhoven wel passen. Maar we hebben misschien wel 100 verbinders nodig. Mensen die de verbinding leggen tussen de stad en de universiteit, tussen de academie en de universiteit, tussen de zorgsector en de stad, tussen jongeren en ouderen. Volgens mij is een deel van de opgave opgesloten in dat verbinden. En vooral de onderstroom en de bovenstroom. Wat tot mij komt in Eindhoven, en ik moet natuurlijk zeggen, het is voor een groot deel ook een succesverhaal. Als ik op Strijp S kom, en dan kom ik vaak, en dat is ontworpen door Adriaan Geuze, nou dat is mijn overbuurman, notabene. Maar het is natuurlijk een succesverhaal. Een derde van de patenten in Nederland komt daar al vandaan. En ik vind het prachtig hoe die oude Philips gebouwen zijn getransformeerd tot allerlei hubs, van start-ups en scale-ups. En dat is ook bewust
is dat gefaciliteerd door de gemeente. Dat is knap gedaan. Maar er is nog zoveel meer. Ik zou het niet alleen willen hebben over smart en slim en innovatief en technisch. Ik zou het ook zo graag over die onderstroom willen hebben. Die heb ik laten zien eerder in mijn verhaal. Al die coöperatieven, al die samenredzame burgers, die social entrepreneurs. Dat noem ik de onderstroom. Dat zou ik nou graag willen horen als het om Eindhoven gaat. Dus ja, mijn hartstochtelijk pleidooi is: Eindhoven heeft net zoveel dansers en dichters als techneuten nodig. En ik bedank u voor de interactie, voor het verhaal. U kunt nog genoeg vragen stellen, nu of na afloop. Dank u wel voor de aandacht. Er is nog ruimte voor interactie. Heb ik u erg op uw ziel getrapt of niet? Is er ook wel een flart van herkenning? Zit hier ook de onderstroom? Dat hoop ik toch, hè? Zitten hier ook dansers en dichters? Ja? Kijk, daar ging er een weg. Ja. Nou, we hebben nog interactie. Hoe willen jullie het? Ik ben natuurlijk weer uit de tijd gelopen. Maar ja, dat kwam ook deels door de interactie. Oké, ja. Ik ga even wat drinken nog. Een beetje zoekende, hoe kan ik mijn bijdrage leveren? Ja. Ik ben zelf beperkt in mijn energie door een ziekte. Ik kan wel wat, maar ik kan niet zelf het initiatief nemen, zeg maar. En dat vind ik lastig. Ik kan tot nog toe nog niet echt iets vinden waar ik bij aan kan sluiten, zeg maar. Nou, misschien heeft iemand in de zaal wel een idee waar u zich bij aan kan sluiten. Bijna alles wat u wilt is al bedacht. Ja. En dan kunt u zich bij aansluiten. Ja. Ik heb talloze voorbeelden gezien, maar ik ken de voorbeelden niet in Eindhoven. Maar ik kom heel vaak in Brabant. Ja. Ik kom in Tilburg, ik kom in Uden, ik kom in Sethoogenbosch. Het barst van de burgerinitiatieven. Ja, daar zit iemand die wil iets zeggen tegen u. Ik heb zelf ook lang gezocht van wat kan ik nou als individuele burger doen. Ik kom niet uit Eindhoven, kom uit Arnhem. Ik zit in een winkel de hele dag en ik zit achter mijn computer. En ik heb me onder andere aangesloten bij Permanent Beta. Dat is een club mensen die nadenkt in de driehoek wetenschap, techniek en cultuur. En daar ontwikkelen zich allerlei initiatieven die gericht zijn op de veranderende samenleving. En Permanent Beta komt van de redenering: de samenleving is nooit af en is voortdurend in ontwikkeling. En ik vind het een heel interessant club mensen. Ja, dat kan ik onderschrijven. Ik ken ook Martijn Aslander, ik ken Erwin Witteveen, lees ook het laatste boek Nooit Af. Dat geeft ook troost en inspiratie. Het idee dat wij bezig zijn met iets wat nooit af hoeft te komen, geeft al troost. Wat wij in gang zetten wordt weer overgenomen door anderen. En dat is een lange ketting. Is er iemand van een energiecoöperatie hier? Dan kunt u daar lid van worden. Is er iemand van een zorgcoöperatie? Dan kunt u daar lid van worden. De voorbeelden die ik heb genoemd zitten hier in de zaal. Daar ben ik van overtuigd. Of niet? Niet. Nou. Of u durft het niet te zeggen. Er was iemand die wilde nog wat vragen. Achterin. Nou, u had het over de kwetsbaren in de zorg of in de samenleving, om die te beschermen. Maar heeft u daar concrete voorbeelden van? Kunt u daar iets van over zeggen? Nou, wat ik liet zien, de lokale zorgcoöperaties zijn een nieuwe vorm van solidariteit, waarin burgers in hun straat of buurt of wijk kwetsbare, vaak oudere mensen langer in hun buurt willen laten wonen. Dat is een prachtig voorbeeld. Want anders worden die mensen daar weggehaald en moeten ze naar een tehuis of een andere plek. Nou, dat vind ik nou een mooie vorm van samenredzaamheid en solidariteit. En zo zijn er veel meer. En ik hoop dat jullie daar ook een bijdrage aan gaan leveren. Want wat ik zei, die wolk die hangt wel boven ons, van die 1,5 miljoen mensen. Ik ben zelf ook hartstochtelijk voorstander van een experiment zoals het basisinkomen of een participatieinkomen. Ik ben nu 55, mag ik best zeggen. En ik heb 10 kennissen en vrienden die in de 50 zijn en geen werk meer hebben. En die komen ook niet meer aan het werk. Elke sollicitatie die ze sturen, ze worden niet eens uitgenodigd voor een gesprek.
En er wordt nooit gezegd, jullie zijn te oud, want dan is discrimineren. Maar natuurlijk is dat wel de achterliggende reden. Zelfs mijn eigen broer. Maar dit zijn dus mensen die niet meer aan het werk komen. Wij krijgen een permanente stroom inactieve mensen. Dat is toch zonde dat we dat kapitaal, dat menselijk kapitaal, weggooien. Dat we mensen afschrijven en daar niks meer mee doen. Daar zitten mensen bij met ontzettend veel ervaring en expertise. Dit kunnen we niet volhouden. We moeten die mensen weer opnemen in de samenleving en een plek geven. Er is zoveel nuttig werk te verrichten voor die mensen. En als we dat niet kunnen betalen, dan moeten we maar naar radicaal andere vormen. Zoals een basisinkomen of een participatieinkomen. En in 20 gemeenten gaan ze daar nu mee experimenteren. Maar dat zijn vooral de mensen die dan een uitkering hebben. En je moet juist experimenteren met mensen die dat niet hebben. En het idee is dat je dan wel geld krijgt, maar daarnaast mag je zelf ook geld verdienen. Je mag doen wat je wil. Maar ik zou er toch voor willen pleiten dat we dat stabiel organiseren. De instabiliteit neemt toe omdat we grote groepen mensen geen kans geven en afschrijven. En ik vind dat echt bijna misdadig. Een belangrijk obstakel voor verandering waar u voor pleit is angst, benadrukt u. Ja. Heeft u ook idee hoe die angst overwonnen kan worden? Ja, dat is een deel van mijn vak geworden. Kijk, u moet zich voorstellen, ik ben een verdwaalde systeemdenker. Dus ik ben een wiskundige. Ik begon ooit met computermodellen. En na 10, 15 jaar, toen begon ik met organisaties en bedrijven. En nu ben ik met mensen bezig. Niet dat ik daarvoor heb doorgeleerd. Maar ik heb dus gemerkt dat systeemtransities, die vragen organisatorische transities. Die vragen persoonlijke transities. Dus ik kom ontzettend veel mensen tegen die aan de ene kant eruit willen stappen of willen veranderen. Aan de andere kant worden tegengehouden door angst, onzekerheid. Ik begeleid ook mensen in dat proces. Geloof het of niet, maar ik werd vorige week benaderd door de politie. Want die willen ook veranderen. Die zijn bezig met centralisatie. Dwars tegen de ontwikkeling in. De hele samenleving wil decentraliseren en de politie gaat opschalen en centraliseren. Zij voelen dat dat natuurlijk de verkeerde kant is. En ik werd opgebeld door de krijgsmacht. Nou, de krijgsmacht, dat zijn de laatste twee groepen met wie je, hè, politie en de krijgsmacht. Daar heb ik natuurlijk als recalcitrant man niet zoveel mee. Maar die komen bijna wanhopig van, ja, wij zijn nog star en hiërarchisch naar binnen gekeerd. Wij moeten veranderen en al die leidinggevenden, die willen dus hun eigen positie behouden. Status, inkomen, macht. Ik heb een zorgbedrijf begeleid, een jaar lang. Dat waren 15 mensen die waren geselecteerd. Die hadden al 2 jaar lang een verandertraject achter de rug met een psycholoog. En die hadden mij gevraagd om ze te begeleiden. 15 mensen, 14 vrouwen, dat heb je in de zorg, en 1 man. Maar die was ook behoorlijk feminien, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dus ik ben 3 maanden bezig. Ik leg ze allerlei dilemma's voor, kwesties. Op een gegeven moment loopt het vast. Ik zeg, wat gebeurt er nu? En toen zeiden ze, ja, we zitten vast. En toen heb ik ze alle belemmeringen en barrières in kaart laten brengen. Dus ze mochten allemaal post-its ophangen in allerlei kleuren, meer dan 100. Het lag aan de werkgever, het lag aan de directeur, de manager, de zorgverzekeraar, de gemeente, het lag aan de collega's. Kortom, iedereen was aan de beurt, behalve die mensen zelf. Dus ik zei, dit zijn jullie excuses om zelf niet te veranderen. Als je het buiten jezelf neerlegt, betekent het dat je te bang bent om mee te gaan. Nou, toen werden ze zo kwaad. Er gebeurt nog wel eens wat, hè? Als je dan, ja, nou, en toen zijn we gestopt. Toen zeiden ze, nee, we stoppen ermee. Dit geeft niet de goede energie. Ik zei, nou, oké. Een week later werd ik gebeld. Ze hadden erover nagedacht. Wilde toch weer beginnen. En toen stond die ene man op. En die ene man zei, ik heb er lang over nagedacht. En ik ben geselecteerd omdat ik wilde en kon veranderen. Maar ik ben bang. Ik heb nu een leuke baan. Ik heb leuke contacten met mijn cliënten. Ik ben bang dat ik dadelijk een minder leuke baan krijg. Dat ik meer productie moet draaien, meer uren en een veredelde ZZP'er word. Daar ben ik bang voor. Dus ik associeer verandering met iets negatiefs. Toen stonden die anderen ook allemaal op. En die zeiden, ja, wij hebben hetzelfde. En toen zei ik, nu kunnen we de volgende stap maken. Als je je angst niet wegduwt, maar probeert te benoemen, dan kan je kijken of je dat kan omzetten in positieve energie. Dus toen heb ik ze oefeningen laten doen om te kijken naar een nog leukere baan. Dat kan natuurlijk ook, dat de verandering leidt tot een leukere baan. Dus ik zei, wat is jullie droombaan? Wat is jullie wens? Wat is jullie droombedrijf? Nou, toen gingen we oefeningen doen. Half jaar later stonden ze dat uit te leggen. Droombedrijf, droombaan ten overstaan van 100 collega's, vrienden, bekend. En ik was heel trots. Niet dat ik veel gedaan had, vond ik. Je doet het zelf. Ik had ze alleen wel een zetje kunnen geven. Toen heb ik daar wel emotioneel gezeten. En dan kom je dus verder.
Maar heel veel mensen, ik onderzoek die mentale weerstanden. Er zijn 3 soorten mentale weerstanden. Er zijn mensen die zeggen, als we moeten veranderen, nee, doe ik niet. Ik ben bang. Dat is in ieder geval duidelijk. Er zijn mensen die zeggen, ja maar. Nou, jullie kennen ook wel de ja maar stoel, hè, die Daan heeft ontwikkeld. Dus als je daarop zit, dan krijg je lichte stroomstootjes onder je testikels. Als je ja maar zegt, dat is niet prettig. Zeker voor een man is dat, ja. Maar ja maar betekent eigenlijk onzekerheid. Dan daalt het energieniveau. Maar de grootste en meest subtiele weerstand is dat mensen zeggen, ja leuk, veranderen. En die blijven doen wat ze altijd deden. De cognitieve dissonantie. Die zeggen, ja, wij doen mee. Maar die bewegen niet mee. Dus wat je ziet bij organisaties is, dan komt er zo'n commandant, hè, van de strijdkracht, van de politie, die zegt, wij moeten van koers veranderen. En die zegt, we moeten naar rechts of naar links. En dan zegt die zaal, ja, nou, dat gaan we doen. 90% wil of kan niet. Maar 10% van de mensen wil en kan echt veranderen. 90% heeft die mentale weerstand. Dus begin nooit vanuit een breed draagvlak. Nooit. Die eerste is botweg nee. De tweede is ja maar. En de derde is ja, goed idee. En dan niet meedoen. Dat is de grootste groep trouwens. Dus het punt is, maar dat is een algemene stelling van mij, alles wat je vanuit een breed draagvlak doet is waarschijnlijk niet radicaal genoeg. Andersom, wil je echt fundamenteel veranderen vanuit een breed draagvlak, lukt niet. Dus je begint met een kleine groep mensen die echt wil en kan, en dan een diep en smal draagvlak en proberen dat stap voor stap breder te maken. Maar de persoonlijke transitie vergt dus ook reflexiviteit. Ik vraag altijd aan mensen in de zaal, wie van jullie doet echt wat hij wil? Wie doet echt wat hij wil? Dat zijn wel heel veel handen die nu worden opgestoken. Ik moet jullie vertrouwen. Ik kom veel mensen tegen die niet doen wat ze willen. Maar die willen wat ze doen. Dus die doen iets en die verzinnen daar een verhaal bij dat dat ook is wat ze willen. Maar wie van jullie doet er nou echt iets op basis van zijn volledige passie? Die echt al die passie kwijt kan. Mijn stelling is, misschien zijn het er hier bovengemiddeld veel, maar het zijn er over het algemeen niet al te veel. En als mensen dan wezenlijk willen veranderen, heb ik geleerd, moeten ze eerst een tijdje tot stilstand komen. Dan moeten ze diep in zichzelf te raden gaan. Wat zijn mijn diepste weerstanden en angsten? Dan heb je Kairos-tijd nodig, niet Chronos-tijd. We worden allemaal opgejaagd door Chronos-tijd, nu ook. Maar de Kairos-tijd is kwaliteitstijd. Dus durf je te investeren in jezelf en een tijdje tot stilstand te komen en dan die sprong te doen. Er waren een paar mensen die nu iets wilden vragen. Ja, daar achterin rechts. Ja, en daarnaast. Eerst die meneer met in ieder geval weinig haar. Mag ik dat zeggen? Ja. Ja. Dankjewel. Ik was even benieuwd, je verhaal is heel helder, heel duaal. Je hebt aan de ene kant de mens die gaat veranderen. Mens intrinsiek gemotiveerd, we gaan van efficiënt naar waarde. Aan de andere kant zet je eigenlijk de bedrijven ook neer en de economie. We gaan naar een circulaire economie. Maar die twee die staan soms haaks op elkaar volgens mij. Toevallig gisteren mooi gesprek gehad over de circulaire economie en de waarde daarvan. Want op dit moment is daar dat een markt van 13 miljard. En de grootste bedrijven die daarin zitten zijn, voor zover ik weet, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers en de rest. En volgens mij, als we het hebben over niet-authentieke leiders of intrinsiek gemotiveerde mensen, dan is dat bij dat soort bedrijven ook heel discutabel. Dus als je dan kijkt naar 2050, hoe zie je die tegenstrijdigheid ontwikkelen? Nou, in die tussenperiode tussen oud en nieuw zie je dat er allerlei hybride constructies ontstaan. Nieuwe organisatievormen. Waarbij de grote klassieke bedrijven toch weer daar opduiken. En ik heb al eerder gezegd dat kan leiden tot een monopolie of een oligopolie. Maar we kunnen ook niet verwachten dat we in een paar jaar tijd een nieuwe economie hebben gerealiseerd. Volledig vanuit authenticiteit en authentiek leiderschap. Dat is natuurlijk tamelijk naïef. Ik denk wel, wat we net zeiden, als wij onze macht,
als consument, als prosument, als fabricant gaan gebruiken, dan kunnen we die bedrijven, ook de grote zoals KPMG, dwingen om authentiek te zijn. Ik geloof daarin. En het tweede is dat in die disruptieve ontwikkeling zie je dat degenen die echt hyperkapitalistisch zijn, de Ubers van deze wereld, ook weer heel snel worden ingehaald door anderen. Die zijn geen lang leven beschoren. Dus dat wordt één groot slagveld. En ik denk dat wij als prosument, als fabricanten, die bedrijven kunnen dwingen, ook door de opkomende technologie. Want als je niet authentiek bent, word je onmiddellijk afgestraft via de sociale media. Waarom is er nu zo'n ophef over die Panama Papers, terwijl dat wel legaal is, omdat wij dat moreel onacceptabel vinden? Was er 10 jaar geleden net zo'n ophef ontstaan? Veel minder. En die bedrijven liggen steeds meer onder het morele vergrootglas. En dat is de hoop die ik jullie meegeef. Die moeten wij alleen gebruiken als prosument. Wij moeten daar veel proactiever in worden. Wij moeten onmiddellijk afstraffen. Hè, als Shell, ik ga toch weer ageren dan, hè, volgende maand bij die aandeelhoudersvergadering. Als Shell nu nog niet naar duurzaam wil, ja, eigenlijk moeten we ze dan moreel volledig afstraffen. Dat is ons bedrijf. Nederlands, ja. En ze zijn heel gevoelig voor die morele druk. Ze zijn uit dat clubje, dat elitaire clubje van Prins Charles gegooid. Nou, dat is wat. Dat je dan niet meer mee mag doen met die polo-wedstrijden. En dat doet pijn daar. En ik zie daar ook intern wel een verandering. Maandag praat ik weer met de eerste vrouwelijke directeur van Shell. Dat is ook al een unieke. Dus ik denk naarmate de tijd vordert, en Jurie van Geest ziet dat ook, hè, dat die technologie elke vorm van niet authentiek zijn genadeloos blootlegt. En nu duurt dat misschien nog een paar jaar, dan een paar maanden, dan een paar seconden. Hij liet mij een apparaatje zien, Jurie, wat genadeloos registreert of je inderdaad de waarheid spreekt of niet. Ja, op het moment dat je dat toepast op politici, nou dan kan het nog spannend worden. Dus die technologie kan ons helpen. Ik neem hier bewust de positieve zijde. En niet de negatieve zijde. Ik kan de hele zaal binnen 10 minuten aan de prozaal krijgen, maar daar schiet niemand wat mee op. Ik ben en blijf innerlijk optimist. Er was nog een man die... Even een paar stapjes terug in het redenering over dat basisinkomen. Ja. Ik zoek mensen in Eindhoven en omgeving of die met mij willen lid zijn van een politieke partij. En een kerngroep vormen in diverse politieke partijen om daar het basisinkomen aan de man te brengen. En het doel is om in de verkiezingen proberen dat in een verkiezingsprogramma te krijgen. Her of der, ja. Maar u brengt het als een probleem. Nou ja. Maar wat let u? Nou, ik ben er al mee bezig. En ja. Ik zoek medestanders. Misschien nou, die zitten misschien in de zaal. Ja. Op tientallen andere plaatsen gebeurt dit ook in Nederland, hè? Ja, ja, dat weet ik. En, dus u kunt te raden gaan bij mensen die dat ook hebben geprobeerd. Dus mensen, volgens mij is er heel veel sympathie voor zo'n idee als een basisinkomen. Ja. En als er mensen zijn hier die mee willen doen, nou, ik zou zeggen, meld je onmiddellijk. Wat is uw naam? Lindeyer in Eindhoven. Ik maak graag contact met de mensen hier. Ja. Dat is al gelukt. Ik kon de naam niet helemaal verstaan. Lindeyer. Lindeyer. Ja, kan niet helpen. Oké. Okay. Ja, heb ik ook maar meegekregen. Oh, ja, ook een stukje terug. Nou, ja. Hallo. Een stukje terug voor wie doet nu wat hij eigenlijk wil. En toen kregen we heel veel handen omhoog. Het is wel een hele complexe vraag. Ik vind, het zou verbeeldender zijn als u zou vragen van wie doet wat hij wil en wie zou tegen een vaststelling van zijn inkomen, tegen een zekerheid van zijn inkomen, hetzelfde blijven doen, zou ik eigenlijk een betere vraag vinden. Want wie doet wat hij wil, dan misschien blijven we wel bij elkaar voor de kinderen. Ik weet niet hoe ver het reikt allemaal, maar... Oh, daar had ik niet eens aan gedacht. Nou, daar gaat het toch niet om, hè? Maar er komt een vraag bij, zegt u. Nee, het is eigenlijk meer een suggestie, want dan beperk je de vraag en dan geef je iets verbeeldend mee. En dan zou ik de vingers nog wel een keer willen zien. Ja, nou, dat kunnen we doen.
Neem ik mee. Mag ik een meer persoonlijke vraag aan u stellen? Ik vond het wel intrigerend dat u zei... Ik heb het heel veel over veranderen. En dan kom ik thuis en dan zegt mijn zoon... Nou pa, dat kun je wel allemaal mooi zeggen. Maar thuis ben je toch wat minder veranderbereid. Ja. Nou heb ik de hele avond gehoord dat we allemaal moeten veranderen. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik... Dat is best lastig. Op het moment dat je het wel weet... Dus misschien kunt u ook iets vertellen over die andere kant waar u persoonlijk dan ook... waarom u het dan misschien ook lastig vindt om soms te veranderen. Nou ja, ik worstel met hetzelfde als jullie. Dat deel ik. Twee, ik hecht ook aan een aantal traditionele waarden. Stabiliteit, in mijn huwelijk bijvoorbeeld. Maar ook in de huiselijke omgeving. Drie... Ik ben natuurlijk ook op weg. Ik ben op zoek. Ik ben op pad. Ik zou bijvoorbeeld meer de spirituele kant op willen. Er is nog iets wat mij tegenhoudt, omdat ik denk, ja, dan moet ik de wetenschap verlaten. Dan word je, laat ik zeggen, bijna verketterd. Want ja, spiritualiteit. Nou, er zijn steeds meer mensen die zeggen, het kan heel goed samengaan. Dat zou best kunnen. Maar ieder heeft zijn eigen weg. Ieder heeft zijn eigen kweest. En daar is nooit een einde aan. En ik ben blij dat ik op zoek ben. Ik krijg daar ook energie van. Het is een worsteling. Maar ik heb dus niet gezegd dat alles moet veranderen. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd welke veranderingen er op ons afkomen. En ik heb geadviseerd om daarvoor een deel in mee te gaan. Maar ik heb niet gezegd om thuis nou eens alles radicaal overhoop te gooien. Dat heb ik niet gezegd. Het zou ook wel erg veel zijn om als ik... constant die voor de ander pleidooi houden om thuis dat ook nog eens daarop los te laten. Ja, en dus bij ons hangt daar ook, hè, daar boven de keukendeur, dat heb ik ooit gezegd, als geboren veranderaar hecht ik aan tradities. Nou, dat vonden mijn kinderen wel een inzichtelijk. Ja, dat kan heel goed samengaan. Oké, dus mooi, een tip. Ik denk dat uw verhaal daar in ieder geval op mij wat meer indruk maakt als u die kant ook laat zien. Die kant van de worsteling? Ja, ja, omdat het, ja. Het zou wel kunnen zijn dat het van een zijlijn makkelijk roepen is dat de rest moet veranderen of kan veranderen. Ja. En ik vind het ook leuk om, dat vond ik wel mooi in uw verhaal, dat u dat erbij gaf. Dat maakt op mij indruk. Nee, hoor. Want als je... Ja, als je mij volgt, dan weet je dat ik ook een paar kantelmomenten heb gekend in mijn leven. Maar ik ga dat niet ten overstaan van elk publiek delen. Want dat is ook vaak best emotioneel. Maar na mijn ernstige fietsongeluk ben ik ook zelf gekanteld, letterlijk en figuurlijk. En heb ik gezegd, ik wil me nog meer dan daarvoor inzetten voor een betere wereld. En een mooiere samenleving. Want ik was bijna dood geweest. Ik ben gered dankzij mijn helm. Cadeautje van mijn moeder, 1 week voor vertrek. En daarvoor beklom ik altijd die bergen zonder helm. En ik ging onderuit en ik heb 1,5 jaar lang gerevalideerd. En toen dacht ik, ik krijg een tweede kans. En daarvoor was een kantelmoment dat alle twee mijn kinderen zijn ernstig ziek geweest, bijna dood. Mijn dochter heeft hersenvliesontsteking gehad. Hetzelfde als mijn schoonmoeder, die is eraan overleden. Zelfde bacterie, meningokokken B42. Mijn schoonmoeder was binnen 24 uur dood en mijn dochter bijna 3 dagen intensive care. Ja, dat loutert je wel. 7 jaar, kon niks meer. En mijn zoon had een dodelijk virus. Ik wilde het jaar 2000 vieren. Want mijn vader zat in de computerwereld. En die zei, dat wordt het moment waarop alle computers op hol slaan. Want die gaan van 1999 naar 2000. Dus zorg ervoor dat je nooit in een ziekenhuis terechtkomt. Ik heb een stichting opgericht 5 jaar daarvoor. Stichting Millennium 2000. Voor een goed doel. Wij gingen voor het restant op reis met een grote groep vrienden. Op de dag van de millenniumwisseling. Moest mijn zoontje met een dodelijk virus naar het ziekenhuis. En daar zat ik dus, toen die klok ging tikken naar 12 uur. En ik hoorde steeds mijn vader zeggen, zorg dat je nooit in een ziekenhuis terechtkomt. En de koorts liep op, 40,5, 41, en ze konden weinig meer doen. Door een mirakel is het goed gegaan. Maar het is alsof iemand van boven zegt, je kunt wel plannen wat je wil. Je kunt wel bezig zijn met die visioenen, maar dat is niet in jouw handen. En daarvoor had ik altijd succes. En als je succes hebt, denk je, ja, het is normaal, want ik werk hard. En ik heb bepaalde dingen meegekregen. Als je tegenslag krijgt,
Ja, dan ga je verklaringen zoeken en wijzen. Maar dat is onderdeel van je weg en van je noodlot. Je kunt niet anders dan dat accepteren. En ik heb ontzettend veel geluk gehad dat ik allebei mijn kinderen nog heb. En het voordeel daarvan is dat dat zij gezond zijn, wordt nooit meer vanzelfsprekend. Nooit meer. En dat is wel iets wat je meekrijgt. Terwijl ik mijn schoonmoeder verloor en mijn eigen vader binnen een paar maanden. Maar er zit nog een soort logica in, dat je je ouders verliest. Maar je kind overleven, daar zit geen logica in. En toen dacht ik, ja, als je toch die tweede kans krijgt, dan moet je alles op alles zetten om die wereld een beetje mooier te kleuren. En of het lukt, dat vind ik niet eens zo relevant. Als ik er maar alles aan heb kunnen doen. En ik hoop dat jullie datzelfde doen. Ik hoop dat je met hart en ziel inzetten daarvoor. Ja. En... ja. Ja, maar jullie begrijpen dat ik daar niet altijd mee te koop loop. Want het kost ook ontzettend veel energie. Omdat de rillingen lopen weer over mijn rug op het moment dat ik dat vertel. Maar goed, ik wil jullie aanzetten tot een beschaafde opstand. En tot het mooie inkleuren van de wereld. En ik hoop dat dat ook gelukt is vanavond. Is er nog iemand die iets te bedden wil brengen? Ja? Ik heb nog een vraag, als dat kan. Ik ben dagelijks bezig met mens en natuur verbinden. En dat doen we door middel van buurttuinen in wijken op te zetten met mensen. Waar wij nu heel erg mee last van hebben, wat erg lastig is, dat wij werken met subsidies, daar komt het geld vandaan. Omdat het ontzettend lastig is om andere geldstromen te binnen te krijgen. Nu willen we eigenlijk zonder subsidies werken, want die werken ook heel erg onze energie tegen in plaats van mee. Dus een beetje het oude stuk. Dus wij zijn heel erg aan het zoeken, hoe ga je nou die verandering op gang brengen? Hoe krijgen we nu meer juist die verandering met die buurtbewoners, waar we heel erg voor gewoon dingen mee willen doen en zorgen dat zij de kracht hebben om in hun wijk hun dingen te doen. Hoe zorgen wij dat we er toch nog een beetje aan kunnen verdienen en ons brood op de boterham hebben? Dat is echt heel erg waar we dagelijks een soort van mee aan het worstelen zijn. En ik ben benieuwd of daar wat voorbeelden van zijn of tips of... Nou, veel mensen worstelen daarmee, komen uit de oude subsidiewereld en dat werkt vaak niet meer, geeft ook niet de positieve energie. Ik zie toch steeds meer mensen die in hun initiatieven gebruik maken van crowdfunding. Alleen, doe het niet zelf, maar ga te raden bij mensen die succesvol zijn geweest. Dat is maar een kwart van de totale initiatief. En je hebt professionele begeleiding nodig. Er zijn bedrijven die daar goed in zijn en kan je een paar namen geven en die zeggen... We doen het, maar als het succesvol wordt, willen wij ook een deel. Dus je hoeft niet op voorhand te betalen. Maar als het lukt, willen ze een deel. Ik vind dat wel een moderne vorm, ook van solidariteit. Belangrijk is dan wel, hebben we geleerd, dat je heel duidelijk bent in je doelen en je ambities. En wat mensen ervoor terug kunnen krijgen. In de waarden die worden gegenereerd, maar ook, nou ja, what's in it for me? Wat kun je die mensen bieden? Maar als je een goed verhaal hebt, 1 A4'tje, en je gaat te raden bij mensen die dat eerder hebben gedaan, of een paar professionele bedrijven die dat goed doen, dan heb je een kans. Maar nooit zomaar zelf beginnen. Bedankt. Ja, graag gedaan. Er was achterin nog een vraag. Wij zijn met een groepje mensen bezig om een heel zelfvoorzienend ecodorp in Eindhoven te realiseren. Dat wordt dan een proeftuin voor duurzame ontwikkeling, is de bedoeling, ook met biobased huizen. Maar niet gewoon, zeg maar specifiek voor om sociaal-maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld voor dakloze gezinnen die uit huis zijn worden gezet. Of door jongeren die last hebben van traumatische ervaringen. Zo'n soort constructie. Maar ik heb begrepen, bij Ecotorp Boekel heeft het 10 jaar geduurd. Heel het beleid en de regels van regelvrij bouwen. En hoe ga ik dat in Eindhoven zorgen dat dat snel kan? Zo. Regelvrij bouwen. Wauw. Ik heb ooit het idee gelanceerd van een regelloze zone en een regelluwe zone. Dat kwam in de crisis- en herstelwet terecht. En toen zijn er ambtenaren regels gaan opstellen voor regelloze zone. Dus regels voor geen regels. Dat noemen wij dedifferentiatie. Dat zit heel diep verankerd in ons systeem om dat te doen.
Dus het zal niet meevallen. Nou komt er een experimenteerwet begin volgend jaar. Dus die staat u toe om te experimenteren. Dit zou daar wel eens onderdeel van kunnen worden. Maar ik wens dat u een ambtenaar tegenkomt die met u meedenkt en vrije ruimte heeft om dit experiment uit te gaan voeren. Ik ken die mensen niet in Eindhoven, maar ongetwijfeld zullen die er zijn. Friskijkende, dwarsdenkende ambtenaren, daar zit er al één, of niet? Ja. En niet zo'n beetje ook. En binnenkort gelukkig elektrisch. Dus ik rijd daar hard met mijn auto. En daar wil eigenlijk, wat ik eigenlijk mee wil zeggen, begin het gewoon te doen. En trek er helemaal niet veel meer van aan. Ik ben architect en ik loop er de hele dag tegenaan. Ik ben er kidsmisselijk van. En ik doe het gewoon. En we zien wel of dat wel door ons iemand op de vingers tikt. Goed. Nou, dat vind ik toch wel een mooi sluitstuk van een avond waarin ik u heb opgeroepen om recalcitrant te zijn en ondeugend. En dan zou ik zeggen, doe het dan ongewoon. Niet gewoon doen, want dan hou je aan de... Maar doe het ongewoon. En Twitter erover, Facebook. En als er dan iemand het toch wil tegenhouden, dan moet u mij maar even inschakelen. Dan kunnen we kijken of we dat kunnen blokkeren. Ja. Oké. Zullen we het afronden zo? Dan gaan we nog een biertje drinken, toch? Naar de beste Eindhovense begrippen. Ik vind het een heel mooi moment. Ik ben ook heel erg benieuwd wat Ajax heeft gedaan. Maar ik wil vooral eerst Jan Rotmans hartelijk bedanken. Applaus. Dank jullie wel. Voor zijn mooie inzichten. Niet alleen over de stad en over Eindhoven. Maar ook die persoonlijke noot. Die raakte mij zelf ook heel erg persoonlijk. Vond ik heel mooi. Dank je wel. Ik heb vandaag weer een hoop gehoord. Ik denk dat het ook wel interessant is voor ons als bibliotheek om na te denken hoe wij een soort verbinder kunnen zijn tussen allerlei initiatieven die er leven in de stad. Allerlei initiatieven van burgers. En hoe wij individuele mensen die er op zoek naar zijn, daarmee kunnen verbinden. Dus dat vind ik wel interessant. Daar wil ik wel niet alleen over doordenken, maar ook kijken hoe we dat handen en voeten kunnen geven. In ieder geval een plek waar je dat met elkaar kan delen. En nou, de bibliotheek is toch per definitie een organisatie die wil delen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de komst. En iedereen uitnodigen voor de borrel. Dank je wel.